Dag iedereen, welkom bij de nieuwe Mechanicast. En we hebben iets te vroeg gekraaid. Vorige keer was er in de Mechanic en nu volgens de regels mag dat niet meer. Want ja, sorry, ik heb maar een kleine bubbel. Ja, ik zit niet in je bubbel. Ik vind het een beetje teleurstellend, maar ja, het is wat het is. Hè, man. Ja. Ik weet het, ik heb een heel gewilde bubbel. Ja. Nee, wat de hel. Ja, je hebt een heel gewilde bubbel. Nou, heel fijn. We zijn nog geen minuut bezig. Het gaat alweer over seks. Wat doe je dat toch? Ik heb niet over bubbels. Ik heb het over coronabubbels. Ik heb het over andere soorten. Hallo Jens, hoe is het? Fucken, goed. Gezien de omstandigheden, we zijn open. Avondklok heeft voor de mechanic strip weinig hindernissen, neem ik aan. Ja, wij spreken nu af om, het is nu 7 uur. Ja, de winkel is dicht. Dus ja, we hebben een goede 4 uur en half. Even babbelen. We kunnen even babbelen. Ja, man. Ik spoeien. Maar, Heb jij ook, net als ik heb veel mensen gehoord, en zeker ook de horeca. Ikzelf natuurlijk met de Joker, maar ook andere horeca in het centrum. Heb je last van dat de mensen inderdaad afgeraden worden om naar Antwerpen te komen? Merk je het in het aantal mensen die naar de winkel komen? We hebben nu de eerste zaterdag gehad sinds dat ze het afraden. En je merkt dat ontzettend hard. Laat ons zeggen dat een zaterdag, nu de voorbije zaterdag, een kwart was van wat het moest. Een kwart? Holy shit, man. Holy shit. Maar aan de andere kant, in de week blijft het normaal. Het zijn echt de dagjes mensen, de toeristen, je vaste klanten die door de week komen. En ga je terug Ik kon dat laten zien. Ik kon dat is nog een proef achter de hand. Hè. Als we het echt zien verzwakken nog, komende week, dan gaan we schakelen en dan gaan we nog eens gaan we de boeken naar de mensen brengen. Dan gaan we het in hun strot rammen om de voordeur. dan ga je terug de mechanic. Hoe heet dat nu? Heeft dat niet echt een naam, hè? Mechanic on the road. Mechanic on the road. Mechanic on the road. Het mechanic back on the road, hè? Of back on track. Back on track, ja. En ik wou eigenlijk ook die vraag naar u terug te ketsen, hè? Nu dat we zo heel dicht in onze... Dat we amper water komen. Lees jij meer? Of zie je... Is er iets dat je meer doet op het zitten van vroeger? Nee, ik zit dezelfde... ik lees niet meer. Ik kijk wel iets meer films. Maar dat is omdat je actief aan het doen bent, voor zelf ook nog altijd. Ook voor die podcast, voor die podcast ook. Maar ook wel gewoon om inderdaad... wat ik meer doe dan vroeger is shit op het internet kopen. Nu, comics blijf ik natuurlijk altijd bij jou kopen. Alleen, het enige wat ik niet bij jou koop... zijn single issues van voor 1998. Ja. Dat is iets wat jij niet hebt. En als ik dan zoiets wil zoeken, dan koop ik dat op eBay. Maar voor de rest koop ik wel wat DVD's en Blu-rays nu, die ik normaal in de winkel zou kopen. Of weet je wat, koop ik nu. En die wil ik ook wel bekijken. Dus ik bekijk iets meer films. Comic books lezen is ongeveer hetzelfde als normaal. Ik loop altijd een beetje achter. Ja, ik heb altijd een te grote stapel. En die wordt ook alleen maar groter. Ja. Ja, en daarom dat we deze doen. Dat je toch een beetje... Ja, dat ik een beetje bijblijf en dat ik nog mijn stapel nog wat groter kan maken. Dat is de bedoeling. Dat is dat. Ik merk dat ook wel heel erg dat je nu bijvoorbeeld ook... mensen kopen meer, echt meer om te lezen dan dat ze toys en merchandise kopen. Ja, ja. Om zich bezig te houden. Nu het is natuurlijk ook zo. Behalve corona is het ook nog eens zomervakantie. En niet iedereen gaat of kan of mag op vakantie. Dus er zijn gewoon veel mensen met meer vrije tijd. Er is geen alternatief, hè? Nee, precies. Daarom, ik hamer er bij de mensen ook heel hard op. Want ook de sfeer wordt er zo wat negatiever op bij heel veel mensen. Ik heb nog een lessen nieuwsbrief geschreven. En het is nu het moment voor escapisme. Hè. En dat kun je alleen maar met popcultuur of met entertainment doen. Ja. Zoals er zijn, inderdaad, films, tv-reeksen, computerspelletjes en natuurlijk ons ding, comic books. Ja,
Hoe, maar ja, kijk, de tweede golf of whatever is nu in België bezig. Maar hebben de Amerikanen er ook last van een tweede golf? Ontzettend. Komen er minder dingen uit? Mm. Minder dingen, niet echt. Maar ik heb deze week nog contact gehad met onze supplier, met Diamond Comics. Hè? Een van de twee tegenwoordig. Ja, die alleen... Ja, anderen die hebben we al in de vorige aflevering over gehad. Maar Diamond, ze melden dat het ook... ik krijg mijn aanvul niet op dezelfde manier. Hè? Normaal krijg ik wekelijks mijn nieuwigheden nog wel. Dat gaat heel vlot. Maar aanvul kunnen ze niet volgen. Dat is een echte probleem. We stonden nu al 2 weken achter met aanvul in de winkel. Omdat ze ginder maar op een derde van de mankracht werken dat ze normaal moeten werken. Okay. Ze zijn van buitenaf... Niet omdat er meer verkocht wordt. Dat is wel eens pijn. Niet omdat er meer verkocht wordt, maar omdat ze te weinig manschappen hebben. Ze zijn aan het investeren nu in... wat was het? In Spaanse... order picking programma's, want die mannen, dat is sowieso een magazijn, die moeten een bepaalde quota halen en die werken ook met een koptelefoon op, waar het die koptelefoon de hele tijd met een robottenstem of weet ik veel wat zegt, ja, je gaat nu naar parkeerplaats Q3 op het 5e verdiep, moet je daarvan een boek pakken. Dat is zo, dan zijn die de hele tijd met een F-truck op de rondrijden voor mij en een order bij in te steken. Weet je wat grappig is? Ik heb toevallig, dus ik heb... wij gaan zo meteen, hè, nu dit is de Mechanicast, maar wij gaan zo meteen ook een klein stukje opnemen voor de Fokcast, hè, nummer 250. Ja. En ik heb in die Fokcast, omdat dat is een hele lange, die gaat 4 uur duren. En 12 mensen, waarvan jij er één bent, dus bij deze, maar ook 2 luisteraars. Ja. En één ervan vertelde dat hij heftrucks programmeert. Die dat automatisch, wat jij nu zegt, automatisch doen. Ah, oké. Okay. Dus dan worden al die Spanjaarden of Mexicanen... Ik zat net te zeggen, die Spanjaarden die worden overbodig, want die gast die ik ken, die programmeert die shit. Maar dat is wel grappig, dat ik nu op een dag daarna hoor ik hetzelfde, maar dan... En de TDM is ook niet, het gaat over Judgment Day, dat die heftrucks dan tot leven gaan komen en de wereld gaan overnemen. Nee, zover heb ik niet nagedacht. Dat ga ik wel moeten doen, maar dat is eigenlijk wel absoluut waar. Dat zijn de eerste die bij Skynet mensen gaan doodmaken. Ja, voilà, ja, absoluut. Maar goed, dus ook die mensen worden wellicht vervangen op een gegeven moment. Ja, ja, tuurlijk. Natuurlijk, hier in de winkel worden comic book stores ooit vervangen. Gelijk met ons gezever gaat het echt al serieus geprogrammeerd moeten zijn voordat je hetzelfde gezever door de computer kunt krijgen. Ja, dat is onmogelijk. Ik volg het halverlinks. Ik volg het een beetje. Maar ik weet niet of jij het volgt, omdat het is een beetje een zijtak. Maar er is nogal veel sprake van Me Too in comicboekland. Volg jij het ook of volg je het niet? Ik volg het van ver. Ik heb er een tijd geleden met een dingen over gehad. Met een reader of the month. En die had het over inderdaad dat er een paar schrijvers... niet per se echt me too gewijs, hè, maar proberen op een slechte manier te playen. En niet erin slagen, maar toch altijd opnieuw proberen bij verschillende vrouwen. En dat wordt een beetje als lastig aanzien. Maar dan rijst natuurlijk de vraag, wordt hij zijn werk daardoor anders gezien of slechter bekeken? Dat is de eeuwenoude discussie. Hè? Dat is het eeuwen... Ik bedoel, Bill Cosby, zijn Bill Cosby's grappen nog grappig, nadat we weten dat Michael die vrouw... Michael Jackson zijn muziek nog goed. Is Michael Jackson zijn muziek nog leuk? Maar ik had begrepen dat het... Behalve dat het een aantal comic book creators, dat het ook heel veel mensen, dat er ook wel een aantal... Lezers, waarschijnlijk. Nee. Ja, lezers sowieso. Nee, ook in de hoe zeg je dat? Editorial mensen, dat er ook een aantal... Voor zover ik weet niet echt, maar als het zo is, ja, het is te hopen dat die mensen op de juiste manier... berecht worden en in principe dat de molen niet doet stoppen. Het is al zo bizar dat daar zo sprake van is, terwijl comicboek is al een beetje te veel een piebelfest. Nu moeten we het niet nog onaantrekkelijker maken voor de vrouwen die er al in zitten. Natuurlijk, dat is garme, die vrouwen, daar zitten er
Och, gaan we zo weinig in de comic book industry. Dan moeten we die ook niet nog eens beginnen lastigvallen. Dat doet mij altijd denken aan ken de Wendy Pini. Nee, dat zegt me niks. Dat is een van de eerste schrijfsters of tekenaars. Die maakt Elfquid. En zij is heel bekend voor een bepaalde foto dat die Red Sonja cosplayt. En zo kunnen de meeste mannen nog altijd als hadden ze die Red Sonja zo goed kan cosplayen. In plaats van dat ze... Dus dat zijn wel zo... Dat was zo, ja, in de jaren... Wat zal dat zijn? Eind jaren 70. In de jaren 70. En dan is dat... Ja, toen kenden ze MeToo nog niet. En dan denken ze van... Toen kenden ze MeToo nog niet. Dat was toen nog een heel onbekend. Dat was nog een... Toen was dat eerder van... Ah ja, dat is die een van dingen, hè. Red Sonja. Dus ja, weet je, het is altijd een groot verschil tussen inderdaad of het iemand is die echt om de bron zit van het creatief proces of iemand die net erachter het mee tot stand brengt. Ja. Een heel groot verschil is gelijk Harvey Weinstein en zo. Ja, daarvoor kon ik niet ineens de Weinstein Company helemaal afschieten. Er zijn schoolfilms van... absoluut. Maar ik vind, die staat natuurlijk ook iets verder... Dat is een geldschieter, dat is een producent. Voilà. Die staat iets verder af van het product. Bij Bill Cosby of bij Michael Jackson is dat één op één, hè? Ik heb het hier even rap gegoogeld. En blijkbaar is er een kerel die heet Cameron Stewart, die Batgirl getekend heeft. En die is een beetje door een aantal mensen, door een aantal vrouwen aangeklaagd. Maar ook Warren Ellis. Ja, juist Warren Ellis. The Authority en Metropolitan. Ja. Dat is natuurlijk toch wel... Nu, dat gaat over juni, blijkbaar. Dat is goed. En die bekent ook wel schuld. Die zegt, I will continue to listen, learn and strive to be a better human being. Dus dat betekent, ik heb aan de vrouw gezeten. Dat is wel spijtig. Wel spijtig. Ja, dat is wel een hele goede schrijver, hè? Hij had bijvoorbeeld bij Dark Knight's Dead Metal, was er een get dat Batman in zijn grot, wat heet hij er allemaal staan? Een gigantische penny. Ja. En een T-Rex. Hè? Ja. En er is een Batman, want ja, Dark Knight's Dead Metal gaat altijd over een evil Batman. Het Dark Multiverse met allemaal verschillende origineverhalen. En er zit een Batman bij, die om een of andere reden, waarin Alice ging deze een origineverhaal schrijven. En daar hebben ze gecanceld vanwege zijn MeToo. Hier staat inderdaad, DC announced to retailers that it would removing a short story written by Alice from the upcoming anthology issue Dark Knights, Dead Metal Legends of the Dark Knights. Ja, die ging, het is wel spijtig, ik heb dat gekregen gezien, die ging het origine vooral schrijven van de Batman, de Bat T-Rex. Niet hoe die T-Rex daar terecht is. Dat wil ik eigenlijk ook wel weten. Als iemand dat weet... Maar is er wel een verhaaltje waar dat dan in komt en dat hij dan sindsdien in de bed geeft staat? Ik weet dat niet. Ik vraag me eigenlijk dat ook heel hard af. Ik heb er al achter gezocht, maar ik vind het niet direct. Dit is een lezersvraag, kijkersvraag, luisteraarsvraag. Hoe komt de T-Rex in de bedcave? Als iemand daar een sluitend antwoord op geeft, krijgt een prijs. Ik zal wel belonen met een prijs. Ik geef een rommel van jou weg. Nu, ik heb ook nog wel wat rommel liggen, Ellen. Desnoods geef ik voorzien wel, dat is geen probleem. Ik heb hier wel nog wat dingen weg te geven. Ik had onlangs die hele slechte film Aliens... Wacht, hè. Cowboys vs. Aliens teruggezien. Mm-hmm. En ik godverdomme, ik zou die original... Dat is een comic. Dat is een comicboek, ja. En ik zei, ik wil die oorspronkelijke comicboek wel eens... En ik bestel die, want ik vond de originele... De singles, hè. En blijkt dat ik die al had. Dus die heb ik ook dubbel. Dus Cowboy vs. Aliens heb ik dubbel. Maar goed. Heel mooi. Gaan we het hebben over wat er deze maand is uitgekomen? Of heb je nog andere... We zullen het over nieuwigheden hebben, bijvoorbeeld. Hè. Ik heb een heel aantal dingen voor te ik kan weer beginnen met singeltjes. Het valt wel op, er zijn voorbije maand veel minder reeksen gestart. Er zijn veel meer bundels zijn, omdat ze ook wat voorzichtig zijn met nieuwe reeksen te starten. Maar eentje waar ik te laat mee was, want ze waren al direct allemaal verkocht, maar ik ken het vorige wel, is deze. Dat is The God Damned van Jason Aaron. Oh ja. En dat is een fantastisch verhaal. Deze is eindelijk het vervolg van, hoe was het, 3 jaar of zo. En dat was zo een beetje voor de zonvloed.
over een wereld met Sodom en Gomorra en dergelijke. En de een ging over dat eigenlijk... ik weet niet wie had een andere de kop heeft ingeslagen, Cain of Abel. Ja, dat weet ik ook niet uit mijn hoofd. Ik ben ook niet zo heel bijbelvast. Ik denk dat het Cain is. En Cain, die werd eigenlijk vervloekt door God, dat hij over de aarde moet wandelen en niet kan sterven. En die wilde eigenlijk niks liever dan doodgaan. En die gaat dan eigenlijk ook elk gevecht aan in de hoop dat hem sterft. En elke keer dat hem overleeft, wordt hem ongelukkiger en ongelukkiger. Ja. Het wordt heel goed in beeld gebracht hoe de mensen eigenlijk allemaal voor het begin der tijden, voordat er eigenlijk de echte oermensen komen en weet ik veel wat, hoe verdurven dat die mensen zijn sinds dat Eden niet meer bestaat. En hier in de ik heb het hier opgezocht. Ik heb het opgezocht. Cain en Abel waren, Cain en Abel, waren de twee oudste zonen van Adam en Eva. Ja, dat waren het. Cain is de eerste persoon die werd geboren en de eerste moordenaar. Dus dat is ook wel goed. Dat is zo, je hebt Adam en Eva, die maken een kind. Eerste kind is gelijk een lul, is gelijk een moordenaar. Dat is weer typisch de Bijbel, hè? De mens is slecht. Nee, dat klopt. En ook als Cain en Abel, dus de eerste, Cain is de eerste moordenaar. En als die, bij wie moeten die kinderen maken, die motherfuckers? Want hoe werkt dat? Moeten die over hun eigen moeder om dan... En is dat dan hun kind of hun broer? Hoe werkt dat dan? Ik vind dat het tijd wordt om nog eens een goede verkomiking van de Bijbel uit te geven. Er moet nog eens iemand... Robert Crumb heeft dat ook gedaan. Hè? Ja. The Book of Genesis heeft hij gedaan. Ja, Robert Crumb. Maar goed, dit gaat dus ook over... En dit gaat eigenlijk over een tweede Eden dat ergens op aarde is. En waar alleen maar bevolkt is door vrouwen. Zo'n soort van Temiskira. En, zijn die nou afgeblokt? Ja, die zijn afgeblokt, de borst ofzo. Ja, want je ziet tettekes. Yes, tettekes. Maar deze, ja, dat is dan zo voor het grote publiek om de preview in de laten zien. Ja, snap het. Maar zo begint dat er een tweede Eden is die dan gaandeweg in verval geraken. Hè. Daar gaat de topic waarschijnlijk over gaan. Dit is nog maar een eerste issue, maar de artwork zit al echt goed. En het belooft, het is Jason Aaron en die kan eigenlijk ook nooit. Dat is wel een goede schrijver, hè? Plus, ik vind het ook altijd wel interessant, hoor, als ze dat soort onderwerpen aanpakken en daar iets mee doen en dat een beetje omgooien en zo. Ja, en er zo wat meer comicboek-avontuur in steken, hè? Want in de Bijbel, als het kan, zou een supergoeie avonturenboek kunnen worden en heel veel comics het gevuurd kunnen worden. Hè? Absoluut. Zo is er een comic en die heet Kung Fu Jesus. Ik bedoel, dat is geweldig. Ja, dat is dan een Jezus die kung fu kan. Fokke, hang jij vast? Ik weet niet of de mensen de fokken kunnen horen of niet, maar volgens mij is de fokken verdwenen. Hallo fokken, hoorde jij mij nog of niet? Dit is raar. Ik ga even stoppen. Jens? Ja, daar is het terug. Eindelijk. We zijn er terug. Ja, daar ging je even iets mis. Ja, het laatste wat ik je hoorde zeggen was Kung Fu Jesus. Dus Kung Fu Jesus? Ik denk dat daardoor het internet even stil sloeg. Het internet kon dat niet aan, Kung Fu Jesus. Het zal dat zijn. dat was even een intermezzo. Dat bleef ik maar tegen de scherm en de mensen lullen. Maar dat de naadloze overgang dan naar het volgende. Ik heb zelf geen lijstje, dus ik moet het gewoon puur afgaan op de beeldjes. En het volgende dat we hebben is, er is een 250ste nummer van iets dat ik absoluut niet ken. De Savage Dragon. Kijk, hou van dingen die 250 zijn. Ja, Savage Dragon is samen met Spawn de enigste twee nog lopende Image-reeksen sinds de opstart van Image in 1991, denk ik. En het coole om Savage Dragon is ten opzichte van... ik heb een beetje onderzoek gedaan. We hebben wat minder klanten, dus ik heb wat meer tijd. Och, garme. Savage Dragon is ook altijd door dezelfde teken als schrijver. Ja. Is dat eigenlijk... Niet Eric Larson. Eric Larson, dat is hem.
ook een heel bizar figuur, hè? Want die ja. Dat is, er wordt ook nooit iets over gezegd wat of wie, waar het hier vandaan komt. Oké, okay, nee. Op een gegeven moment krijgt hij wel een origine, vooral in het 10th year anniversary. Maar voor de rest wordt er nooit veel mee gedaan. Dat is gewoon ja, een sterke kerel die toevallig een beetje op een draak ligt. Ja. Blijkbaar gewoon een buitenaards wezen dat op aarde is terechtgekomen. En dat is dan een politieagent en die een beleeft avonturen. In der tijd heeft Eric Larson een beetje bedacht als alternatief voor mensen die de superheldencomics een beetje Ben ik mis of zit ik er juist op dat Savage Dragon ten opzichte van die andere Image dingen, zeker in het begin, dat dit eigenlijk een van de beter geschreven dingen was? En dat dit eigenlijk inhoudelijk, ik bedoel, Spawn ziet er fantastisch uit, hè, maar ja. dat wint geen prijzen op schrijfvlak. Nee, deze bleef dat dit beter is. Ja. Deze hield de aandacht van de fans vast. Hier in België zijn er zo goed als geen fans van. Maar in Amerika is dat ja, het feit dat 250 nummers... Ja, dat betekent dat het nog altijd door... Ik google hem hier even op mijn schermpje. En ik zie een issue 226 met in de achtergrond een krijzende Trump. En hij rijdt weg en Trump roept, kill them, kill the aliens. Ja. Dus hij heeft wel... gevoel voor drama en humor. Ja, het is ook altijd een beetje maatschappelijk onderlegd. Ja. En het is eigenlijk ook heel down to earth. Hè. Het is niet dat er komen wel wat superkrachten in voor en zo, maar hij blijft gewoon een street cop. Ik wil die 250ste issue, ik wil die wel hebben. Want ik vind het wel grappig dat Savage Dragon en de Focast allebei deze week 250... Ik leg hem op de Focast. Ja, leg hem in mijn bakje, die eigenlijk vol is, want ik heb te veel rommel. Nee, maar dat kan. Dat is business, hè. Geen probleem, dat is hoor. Business. Nee, dat vind je leuk, hè. De volgende, dat ook in Single Issues is uitgekomen, is weer het zoveelste event bij Marvel. Zijn ze nu begonnen? Ja, nu zijn ze eindelijk begonnen. Empire. Wat moet ik ervan zeggen? Het is weer typisch een invasie op de aarde, hè. Het is Kree-Skrull dingen ook weer. Pas op. De Kree-Skrull, die hebben ondertussen, de Kree-Skrull, de Krees en de Skrulls hebben ondertussen vrede gesloten. En worden eigenlijk een beetje aangevoegd door die van de Young Avengers, Hulkling. Want Hulkling is een hybride, hè. Hulkling is het liefdeskind van een Kree en een Skrull. dat wist ik niet. En die wordt dus als een beetje als hun leider dan aanzien. Dus, en een van de eerste dingen dat hij moet gaan doen, is op de blauwe, de blue area of the moon, daar is een plantenras en hij moet die gewoon afmaken. Maar natuurlijk, die Avengers werden door dat plantenras mee op de maan geroepen om hun mee te komen verdedigen. En dan gebeurt er van alles en dan blijkt dat dat plantenras toch ook niet helemaal zuiver van... Oké. Heel, heel toffe dingen. Wel, het artwork vind ik altijd heel plezant. Het is echt helde comics op het niveau gelijk dat moet zijn. Hè. Ja. Dat vind ik heel tof. Ik vind het wel aan de drukke kant, maar ja. Ik vind aan de drukke kant, maar dat is mij er juist niet zo opgevallen. Maar als je zo ziet, op deze print ziet Reed Richards en dat ding wel heel hard af, precies. Ja, absoluut. Dus dat is wel cool gedaan. Ja, dat druk. Dat zijn comic books. Ja, dat is waar. Ik ken het concept. Dit heet een splash page. Dat is de bedoeling dat heel druk... Dit zijn twee pagina's. Dit zijn twee pagina's. Dit is het event van dit jaar dan. En we hebben juist dingen gehad, hè. Absolute Carnage. Ja, maar dat speelt zich voornamelijk in Spider-Man. Spider-Man dus dat was het Spider-Man Universe en dit is meer het Fantastic Four. Ik denk dat je het altijd in drie delen altijd kunt onderverdelen. Hè. Oftewel is het een event dat de maincast Spider-Man gerelateerd is. Oftewel is het een event dat de maincast X-Men gerelateerd is. Oftewel is het een event dat de maincast Avengers gerelateerd is. Ja. En de Fantastic Four zit er altijd ergens een beetje tussen. Ergens tussen, ja. Nou ja, oké. Okay, ja. Maar ja...
Too much events. Hè, dat weer al een event, ja, weer al de zoveelste keer. En dan hebben ze er weer 100.000 variant covers van, waar je dan eigenlijk er zoeken en dan weet ik veel later. Dus ja, ja, dat blijft maar gaan, hè. Ja, ik wil dat wel lezen, maar dit is wel iets inderdaad wat ik dan eerder in een in trade zal... Met die Avengers heb ik dat altijd. Ik lees die heel graag in trade in één keer door, dat is plezant. Ja, ja, snap ik. Iets anders dat is uitgekomen in single issue, is een seizoen nog altijd Giant Size X-Men. En ja, deze, die Giant Size X-Men, dat gaat altijd over een figuur. We hebben er alleen een gat van Nightcrawler, we hebben er alleen een gat van Emma Frost en Jean Grey, en nu hebben we er eentje van Magneto. En in dit verhaal is het Magneto die eigenlijk aan Emma Frost een eiland heeft beloofd, en daarvoor met Namor moet afspreken. En, want dat eiland is eigenlijk van Namor. Want Emma Frost, hey, in het huidige X-Men-universum zitten ze op Krakoa en moeten ze eigenlijk met heel de wereld politieke connecties aangaan en dergelijke. Maar Emma Frost zit er een beetje tussen als eigenlijk de zwarte markt leidt. Ja. Ja, de drugs, ja, de zwarte markt probeert te verhandelen. Oh. Dus dat is even een intermezzo, kort verhaaltje. Wel plezant. Zeker En Magneto is in het wit, zie ik. Dat is ook dat is altijd, hè. Dat is altijd, ah, zo. Dat is al sinds dat hij met die X-Men zit, is hem altijd al in het wit. Ah ja. En nog iets anders is de cover. Het logo van X-Men is ook een soort nieuw logo, hè. Dat is altijd overal al met... door. Dat sinds Dawn of X is dat veranderd eigenlijk, hè, denk ik. Ik denk dat dat ook, hè, als je zo naar dat logo kijkt, het moet een X zijn, maar ik denk dat ze ook wat meer dat op chromosomen doen lijken. Oké. Okay. Dat is puur een brain fart van mijn kant. Hè. Ah ja, nee, dat zou kunnen. Ik denk dat het daarop gebaseerd is. Gebruik die X eigenlijk echt overal in. Het is geschreven door Jonathan Hickman, dus die is nu met de X-Men bezig dan. Ja. Al heel lang. En die blijft er ook mee voort. Toen zelfs bij Empire en een tie-in van die X-Men. En dat blijft ook door Hickman geschreven. Wat eigenlijk wel altijd goed is. Hè? Want je hebt heel veel events waar het... De redactie zegt, ja, we willen weer een event. Maar dat dan de schrijver van een bepaalde reeks zegt, oh, wow, wow. Maar ik zeg met mijn reeks die account ontuit gaan. We gaan dat niet doen, hè. En dan blijft hij even van die reeks weg. Zoals met Venom, wie dat gedaan met mijn vorige event, War of the Realms. Ja. Wie Venom even door iemand anders geschreven, omdat Donny Cates zijn verhaallijn er niet al wou verlenen. Ik ben daar naartoe aan het gaan, ik wil nou niet nog allerlei... Voilà. Ja, ook wel schrijvers... begrijpelijk, hè, dat je probeert iets te doen met je plot en je ding. En dat er weer zo'n fucking event in de weg komt zitten. Ja. En hij doet dat heel goed, hè, Donny Cates. Want hij is weer naar een event ontgaan. Zijn de knul komt naar de aarde. En hij heeft al via Absolute Carnage er even een event mee gedaan. Maar dat verhaal blijft wel richting dat event gaan. En dat is wel een jaar. Dat is een event voor een event. Dat is een pre-event en dan een post-event. Ja, maar deze keer is het wel... Er wordt tenminste opbouw naar een event gedaan. Gelijk van die Empire. De opbouw was Ik denk dat we een Road to Empire hebben gehad en dan ineens al in dat event weer gedouwen. Dus de eventfatigue bij Marvel, ze zijn dat te ontdoen. Gelijk in de tijd met die Avengers, dat ging richting Secret, de moderne Secret Wars, die ik ben toen. Die was er jaren mee bezig. Hè. Die was er al ervoor met Fantastic Four mee bezig. Die was al heel lang aan het opzetten, ja. Ja. Dus dat is tenminste goed. Een event moet een opzet krijgen van 2 à 3 jaar. En niet van dan krijg je er ook zin in. Hè? Dan wil je ook weten wat er gaat gebeuren. In plaats van, het is weer juni, er is weer een event. Weet je wel? Zo, bij Brian Michael Bendis was dat ook. Hè, bij de nieuwe Avengers. Je had een Civil War ineens ertussen. Je had een Secret Invasion ineens ertussen. Maar die een opzet ernaartoe, dat was al... Dat we hier op een goede manier gedaan. Er zat altijd wel gemakkelijk een jaar tussen. Ze moeten 1 event per jaar is meer dan genoeg en geen 2,5 à 3. Nee, vind ik ook. Daar zijn we het helemaal over eens, man. Dat is het probleem met Marvel. Iets anders, wat je dan na Magneto hebt. Ken jij daar eigenlijk iets van? Heel weinig. Ja? Heel weinig. Ik weet dat er is een film van. Met Seth Rogen. En ik weet ook dat Kevin Smith voor de comic books geschreven heeft.
Ja. Van en Green ik denk Hornet. dat in de oorspronkelijke tv-reeks was dat die kung fu dingen. Ja, was Bruce Lee. Was de, Kato. Ja, denk was het wel. Kato zijn helper. En, maar ik heb dan deze gelezen en ik vind dat wel tof. Puur en alleen door die Marquez, die zijn tekenstijl is heel leuk. Want dat doet heel hard denken aan... om zo die... A spirit, hè, niet? Om de spirit. Dat is alleen het verre. Hola. Dat doet mij iets anders denken. Dat doet mij ergens anders begint er niet te denken. Ik wil wel dat al het bloed nog naar mijn hoofd gaat. Batman denken, hè? Die animated series. Ja, dus ik vind, dit wel een hele mooie tekenstijl, ja. Ja, De Green Hornet is een gemaskeerde fictieve misdaadbestrijder. Het personage werd bedacht door Fran Stryker voor een Amerikaans radioprogramma in de jaren 30. Ja, zie. Green Hornet verschenen voor diverse media, zoals jaren 40, televisieserie de jaren 60, strips en van de jaren 40 tot de jaren... Dus dat, dat bestaat al sinds de jaren 30. Dus ik hou er wel van, hoor, maar ik heb hier nooit iets van gelezen. Ik denk dat ik één boekje heb wat geschreven is door Kevin Smith. En dat is alles wat ik ken van de Green Hornet. En die film. En hij is echt een vigilante, gelijk dat moet zijn. Hè, want het is die Kato die echt kan vechten. Hem is eigenlijk maar gewoon hij is eigenlijk de eigenaar van een krant. En puur door het nieuws, omdat hij bij de bron zit, van het nieuws weet hem direct waar het hem... Hij is eigenlijk zelfs een petje veel gedaan als eigenlijk een crime lord. Dat zie je ook in die film met Seth Rogen. En daardoor wordt hem ook altijd een beetje geviseerd door de police. Want zij denken ook dat hij eigenlijk een misdadiger is, terwijl dat niet zo is. En hij zegt dat ook, heel tof. I wish I had some kind of secret origin instigated by some horrible personal loss. Maybe I was bitten by a radioactive green hornet. Or I'm part of some intergalactic police force and I've been assigned to sector Earth. Nope, I'm just a rich guy with a lot of resources trying to do right by people who've been done wrong. Dus dat is echt zo... Ja, om tegen het misdaad te zeggen. Maar ik zeg het, heel leuk. En je ziet hem er al met een baby rondlopen en dat is steeds nog voor het nummer 1. En hij is al een flash-forward voordat hij op een gegeven moment tegen het leger moet gaan vechten. Terwijl hij eigenlijk ook een goede gast is. Dus de Green Hornet, cool. Nummer 1 nog eens, bij Scott Lobdell. Leuk. Een bekende naam. Deze is ook weer... We hebben dingen juist gehad. De verjaardag van de 250 Savage Dragon. Witchblade is ook van Image natuurlijk. Ja. Voor Witchblade, de verjaardag van Witchblade, die wordt 25 dit jaar. Je zou het er wel geven dat ze 25 is. De vooruit gaat... Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Je snapt wat ik bedoel, hè? Ja, ze ziet er 25 uit. Voilà. Witchblade, werkte ook heel hard. 1995, dat dan een tijd was dat MeToo ook nog niet bestond. Nee. Want de manier waarop vrouwen toen getekend werden, was ook al seksueel, hè? Zeker in de comics, zeker bij Image. To be fair, de mannen ook, hè? Ik bedoel, de vrouwen hadden allemaal grote borsten en een soort wespentaille. Ja. Maar de mannen hadden ook allemaal een soort borstkas. Waar zelfs het schild van Captain America niet echter kon. Ja, dat is precies. Waar. Dus het is niet... Maar goed, het werd allemaal heel erg uitvergroot. Ja, als je bijvoorbeeld hier ziet naar dat scherm en ziet hoe... Als je ziet naar haar taille... Ja, dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Hè? Dat is een wespentaille waar je niks in ziet. En deze dan nog maar de cover, maar dan de interior artwork is ook zo, hè. Dat gaat vooral... Ik denk dat Witchblade... Ja, dat vind ik echt die 90s-stijl waar ik niet zo van hou. Ja, en deze is ook een comic, denk ik, dat ook gewoon gecreëerd is voor net de variant cover. Dat zie je nu nog altijd bij een heel aantal comics. Moet ik het zeggen? Wat hebben ze bijvoorbeeld? Red Sonja van Pirella. Ja. Die dingen, die hebben honderden variant covers en in alle mogelijke poses en zo sexy mogelijk. En deze was ook zoiets, hè, zeker in de jaren 90. Ja, die grieten weer met een heel dik schap getekend en met wespartijen en met een fantastisch... Ja, maar ik vind bij Vampirella en zo, dat heeft toch die oldschool, dat retro, en dat vind ik er dan nog wel leuk aan.
Van Perelle doet mij altijd denken om die een die zo'n programma heeft, zo'n horrorprogramma. Elvira. Ja, voilà. Ja, dat klopt. In het begin dacht ik ook dat dat hetzelfde was. Dat is helemaal niet. Ja, voilà. Maar je hebt Elvira. Elvira heeft er ook een film van. En van Witchblade is er een tv-reeks uit 2001. Ah, kijk. Zie, ja. Ik heb daar hier ergens liggen. Ik heb daar zelfs nog niet eens één aflevering van bekeken. Maar omdat dat dan van een comicboek was, moest ik dat hebben. Maar pas op, daar is ik denk maar één season van. En zij is niet de hele tijd schaars gekleed, ook niet hoor. Dus... Dus het is... Hierin is ze soms gewoon geen kleren aan. En is het enige kledij dat ze aan heeft. Die Witchblade, die het dwarsdeur, dat zij een soort van armor krijgt. Maar dat is ook het grappige is bij heel veel van die role-playing games, toch online, van die strategy games. Dat zie je daar. Daar worden mopjes over gemaakt ook. Dat je als kerel je armor... Hoe meer en meer armen dat je hebt, hoe meer en meer harnas dat die gast heeft. En een vrouw, hoe meer armen dat die krijgt, hoe minder dat die aankrijgt. Ja. Een malienkolder. En dan met een malienkolder ben een vent is dat mega zwaar en mega groot. Moet ik de kolder in malienkolder, zeg ik altijd. Een magerenkolder eerder. Magerenkolder. Ja, Witchblade, ook weer hetzelfde verhaal. Hè. Weer een politieagenten. En die op een gegeven moment een artefact vindt waar zij de chosen one is die dat wel kan dragen ten opzichte van een hoop andere mensen die dat niet. Ja. En daardoor kreeg ze extra kracht om dan tegen de misdaad te gaan vechten. Witchblade. Ja. Ja, voor de liefhebbers. Ja, voor de liefhebbers van het getekende propere schoon toestand. Ja. Iets anders, X-Factor, ook weer in de dingen van in de Hickman X-Men-reeksen nu. Dat is eigenlijk ook grappig, want X-Factor, ik ben er vandaag gaan opzoeken, waarom bestaat X-Factor eigenlijk? En dat was in der tijd eigenlijk de groep van X, van de originele X-Men, die terug samenkwamen, want je had in de tijd de First Class. En dan kwam de tweede generatie X-Men met Storm en Wolverine en dergelijke. Dat X-Men-team, dat was op een gegeven moment voortvluchtig. En dan moest er een tweede X-Men-team gecreëerd worden van het origineel terug. En die heette dan X-Men. Een beetje later werd dat dan meer zo een detectivebureau. En in deze geval is dat ook zo. Dit zijn dan eigenlijk de detectives die telkens als een mutant sterft, gaan onderzoeken in welke omstandigheden dat de mutant gestorven is. Maar nu kunnen mutanten niet meer sterven, want ze worden geregenereerd. Is dat zo? Je bent niet zo mee met X-Men-toestanden nu. Ik weet wat de X-Men zijn. Het enige wat ik nog gevolgd heb van X-Men, maar dat is nu ook alweer een beetje voorbij, is toen ze die oorspronkelijke 5 daar nu hadden gebracht. Dat zit, en dan heb je Power of the Atom. En ja, X-Men Blue en All New X-Men. All New X-Men is dat dan. Nee, of nee. Daarna noemden het X-Men Blue. Hoe moet ik het zeggen? In deze geval... Dat is ook alweer een paar jaar geleden, denk ik. Ja. In deze geval kunnen mutanten geregenereerd worden, maar door een aantal krachten van een paar mutanten te bundelen. En een daarvan, grappig genoeg, is Gold Balls. Ik weet niet wat je die nog kent. Goldballs, dus een mutante krijgt, was niks anders dan gouden ballen creëren. Maar Hickman heeft er dan niet meer op gevonden dat dan de eieren zijn, de pot, waarin dan nieuwe lichamen gekweekt worden, zodat de mensen leven kunnen worden. Dus eigenlijk zijn de mutanten niet onsterfelijk, maar worden ze altijd geregenereerd. Ik zou eerder Blue Balls zeggen. Blue Balls, dat is het weer een paar maanden of jaren overgaan. Iets anders, en ik ben wel benieuwd of ik hem gelezen heb, want ik heb hem nu gewoon verkocht vanwege het covertje. Deze is Deceased, Dead Planet. En ik heb hier toevallig de variant cover. Ah ja. Ja, dat is heel klein, hè, want je bent maar een klein schermpje nu in mijn ding. Dus ik kan... Oh ja, die heb je mij verkocht. Heb ik nog niet bekeken. Dat is de Blade Runner cover van Deceased. Heb ik nog niet ingekeken, moet ik eerlijk zeggen. Ja, is heel leuk. Deceased Dead Planet. Ik weet niet, ik heb ooit al eens verteld over Deceased waarschijnlijk. Ja. Dat is zo'n beetje de Marvel Zombies van DC. Ja. En
Ja, heel veel eigenlijk. Het originele rooster van Justice League sterft. Hè. Zowel Batman gaat eraan, Wonder Woman gaat eraan. Dat kan ik nu wel zeggen. Wat dat gebeurt, dat moet je dan maar lezen. Maar deze is een nieuwe generatie. Bijvoorbeeld daarboven, dat is Jonathan Kent. Dat is de zoon van Superman. En die Batman, dat is Damian Wayne. We maken eigenlijk een sprong in de tijd van zo'n 8 jaar. En je merkt dat wel. Dat wordt heel tof getekend dat dat niet meer de originele Batman en Superman is en zo. En dat maakt het wel heel leuk. En ze ontvangen eigenlijk een noodsignaal van Cyborg. Ik zie hier zo'n kop nog. Ja, ja. En ze gaan terug naar de aarde. En dan is er weer meer mayhem. Maar dat wordt zo leuk geschreven op een manier dat je echt zegt van ja, tof. Geen continuïteit. Doomsday overal. Alle mannen en iedereen kan sterven. Dat geeft een plezant gevoel. Dat je zo'n superhelden comic ontlezen op een manier van ja, als het dood is, is het dood. Hè. Ja. Dat is echt tof. Dus ja, Deceased, Dead Planet, dat is nu al het tweede vervolg op Deceased. Want je hebt Deceased, Dead Planet en Deceased, dat durf ik niet direct te zeggen, maar dat gaat dan over de villains. Ja. En die blijven goed. Dus alright. Ja, dat was bij Marvel Zombies niet, hè. Dat werd heel snel een beetje slecht. Ja, het werd heel snel uitgemolken. Hè. Hoeveel stukken van uw lijf kun je kwijtgeraken? En de heroes waren ook heel snel op. Nou ja, Iron Man was alleen nog maar een rondvliegend torso. Captain America was zijn schedelpan eraf. Gaat er te veel op den duur. Hè. Ja, en op een gegeven moment waren ze ook gewoon allemaal dood en weg. Dus, dan begonnen ze met B-listers. En dan had Machine Man even een gegeven moment wel een plezante rap. Dat is juist. Dan heb ik nog eentje van Single Issues. Maar dat is, elk seizoen doet DC dat. Hè? En DC doet dat ook maar gewoon om in het seizoen iets te doen. Dus na DC Cybernetic Summer. Dus deze keer is het thema cyborgs. We hebben een... bij Valentijn hebben we dingen, een horror Valentijn gehad, dus dat zijn allemaal horrorfiguren. We hebben een postnucleaire winter gehad, dus ze doen zo elk kwartaal doen ze wel iets. Hè. Het is met de winter zijn het een holiday special of een winter special. In de lente is een Valentijn special, in de zomer is een zomer special en in de herfst is een Halloween special. Ik snap het concept, Jens. Allemaal kort verhalen van een 80-page giant. En deze keer gaat het over cyborgs. Alright. En dat is allemaal een beetje uit de continuïteit gewoon zichzelf amuseren. Pas op, er kan intercontinuïteit zijn ook zo. Ik denk het niet, want bijvoorbeeld deze verhaal van Batman, waar Alfred nog leeft. En Alfred is eigenlijk... Ah ja. Dus dat kan niet. Eindelijk dood. Die was ook al 1200 jaar natuurlijk. Dus, Ja, voilà. Je kon in zijn ene hand nog maar juist een plateau vasthouden en in de andere hand een wandelstok. Ja, waarschijnlijk. Dat zijn de singles. Dan zijn er nog een aantal bundels. Wat is er zo? Moet je zien wat ik... Ah ja, heel plezant. Firepower. Dat is ook voor de liefhebbers, want die loopt nog altijd. Is de Free Comic Book Summer. Is dat er elke week nieuwe singles uitkomen. Ja. En eentje daarvan is Firepower. Maar het is een hele puzzel, want Firepower is een single issue. Maar dat steekt niet in deze volume 1 prelude. Het is eigenlijk een aanvulling hierop. Deze is eigenlijk een typisch origineverhaal. En het doet heel erg denken aan Iron Fist. Ah ja. En je hebt een kerel die in Tibet op zoek gaat naar iemand die... Eigenlijk, hij komt gewoon toevallig daar terecht. En hij is eigenlijk gewoon op zoek naar zijn ouders. En hij weet dat die daar gepasseerd zijn. Maar hij wilde eigenlijk helemaal geen martial artist worden. Maar hij blijkt wel het talent te bezitten om effectief... Ja, niet een... Gelijk dat je met Street Fighter de Hayuken... Dragon Ball. Daarover gaat het zo'n beetje. Dat ze echt wel een vlammende vuist kunnen maken. Alright. Heel leuk getekend ook. Lees gelijk een trein. Geeft altijd goesting in meer. Bijvoorbeeld ook zijn
zijn master, zal ik wel zeggen, is eigenlijk een kerel die eigenlijk verbazingwekkend veel van moderne technologie houdt en zo. Die luistert nog goede muziek en die is altijd met toffe dingen bezig. Oké. Dus, en dat is die met dat petje, neem ik aan. Ja. Dat is die met dat petje. En voor de kinders, ja, de schrijver is Robert Kirkman. Robert Kirkman, ja, die kennen we allemaal van Walking Dead. Van Walking Dead. Dus dat is zeker niet slecht. Alright. Iets anders, ja, we zijn tot afratelen, ik weet het. Maar, nee, don't worry. Markt, daar wil ik heel snel over gaan, want dat is weer typisch iets girly. We zitten met eigenlijk een heksensecte die door middel van hun tatoeages kunnen toveren. Oké. Okay. En bij wat zit dat? Dat is bij Image. Ik ben gewoon begonnen, maar ik heb het weggelegd. Was je te mannelijk? Ik was te mannelijk voor dit ding. Ja, ik weet dat niet. Het is zo te poppy en te... Ik vond niet veel aan. Het is voor tieners, je ziet dat echt heel tieners. Natuurlijk, een artwork is wel oké. Ik vond het wel... Ja, het is wel mooi getekend, precies. Ja, nou, wel, er zit zwaar realisme in. Hè? Het is zo precies gefotografeerd, zal ik maar zeggen. Het doet veel hard denken aan een tekenstijl van een van mijn favorieten, is Mike Deodato Jr. Die in de tijd bijvoorbeeld de Dark Avengers heeft gedaan. En zo. Ja. En ook Amazing Spider-Man in een tijd van J. Michael Straczynski nog. Ik weet niet wat je dat nog zet. Als... Jawel, jawel. Spider-Man. Maar dat heb je dus. Dus dat bestaat. Dat is, meer kan ik er niet over kwijt. Dan, ja, X-Men Universe is bezig. Dus de bundels beginnen ook uit te komen. Hè. We hadden die eerst allemaal in Dawn of X. Maar nu komt dat allemaal uit in hun eigen bundels. Je hebt Excalibur. Je hebt The Marauders. En je hebt X-Force. En van die drie titels vind ik X-Force eigenlijk nog de tofst. Omdat Wolverine erbij in zit. En, maar dat zijn allemaal, ja, dat zijn allemaal standaard namen ook in de X-Men universe. Hè. Marauders, dat slaagt op piraten. Ja. En die titel past nu eigenlijk goed, want Kitty Pryde kan haar eigen niet. Zij kan door vaste objecten door. Maar ze kan niet door de portalen die Krakoa op de aarde gemokt heeft om dat de X-Men overal op aarde direct op hun eiland kunnen. Maar Kitty Pryde past er niet in. Dus zij weet er niet beter op te vinden dan eigenlijk een boot te schakelen en avonturen te gaan beleven op die boot en daardoor... Oké. En waarom kan zij niet door? Omdat... Dat is nog niet uitgelegd, want die denkt dat je meer om mutantenkracht te maken. Daarom dat zij ook altijd met een gebroken neus rondloopt. Omdat ze de eerste keer dat ze het geprobeerd hebben, de knal is tegengelopen tegen een boot. Ah ja. Omdat andere mensen daar naar door kunnen en is dat voor haar misschien solide of zo. Dat het zo het zal zoiets zijn. Ja, grappig. Goed bedacht. Absoluut. En bij de X-Force, de X-Force moeten vooral weer... er is een de X-Men zullen altijd tegenstanders hebben. En op deze, zij hebben nu last van genetisch gemanipuleerde tegenstanders. Die tot zelfs in hun tanden bewapend zijn en zo. Dus heel organisch. Zelfs in hun oor zit er een draad waarmee dat ze eruit het kunnen winkelen. En iemand kunnen doen stikken en dergelijke. Dus dat is wel cool. En Wolverine ziet af, want op een gegeven moment lopen ze door een portaal van Krakoa en aan de andere kant zitten die gasten en die laten juist een bom ontploffen, juist dat Wolverine halverwege erdoor is. Dus ligt er aan de ene kant liggen zijn benen nog op Krakoa en aan de andere kant ligt eigenlijk zijn nog. Ah ja, en welk deel heelt er dan? Ze moeten rap zijn of dat heelt niet, hè, want dan gaat er gewoon dicht. Ah, oh. Ze hebben gewoon tegen elkaar geplakt. Ah ja. Maar, het zou nog beter zijn als die allebei helen en dat je dan twee Wolverines hebt. Ja, dat is de moeilijke. Hè? Bij Deadpool is dat al eens gebeurd. En bij Wolverine is hem al eens een keer een arm kwijtgerokt en is hij terug aangegroeid met terug beenderklauwen. Dus, ja, natuurlijk. Dan heeft hij niet meer adamantium. Logisch. Ja. Maar aan de andere kant heeft Forgeook. Dat is die een mutant die een van alles kan maken. En het werd even aangekaart dat ze op een gegeven moment komen ze in Fort, zijn magazijn, zijn workplace. En er ligt een bad vol adamantium. En Wolverine zegt, is er adamantium? En hem zegt, maar als je het voor hebt, ik kan u altijd terug depaneren. Oké, handig.
Een andere dat ik wou laten zien, is omdat jij die waarschijnlijk wel kent, is een Box Brown heeft dit nieuw op de markt. Jij kent die waarschijnlijk van Kaufman. Ik heb die, hij heeft die Andy Kaufman biografische strip gemaakt. Ja, ja. Vond ik best wel leuk. Hij doet dat wel meer. Die André, ik zie het, André the Giant, die heb ik denk ik niet, maar die wou ik ook zien. Ja. Want, En ik denk dat hem ook... Is die ook van de Blues Brothers of is dat iemand anders? Van Jim Belushi? Jim Belushi is iemand anders. Dat is... Want dat was niet zo goed getekend ook niet. Nee. Maar die Andrew the Giant wel. En deze Child Star, je zou heel hard denken dat dat over Macaulay Culkin gaat. Maar het is niet. Het is over een Child Star die een tv-reeks heeft gehad. En daarmee eigenlijk... Het is een typische graphic novel. Hè? Een coming of age. En een graphic novel, een van de vele duizenden definities van een graphic novel, is dat iemand een bepaalde evolutie in zijn leven meemaakt. Hè, dat op het einde van het verhaal iemand helemaal anders is dan ervoor. In dit geval is dat ook zo. Hè. Je ziet wat iemand, het leven is van iemand die bekend is. Hè. Ja, maar dit is niet gebaseerd op iemand echt. Dit is een fictief verhaal. Ja. All right. Dus dat bestaat, heet Child Star. Oh ja, dat vind ik nog wel. Een hele cartooneske, of een cartoonstijl. Ja, ik vind dat nog wel leuk. Zou dat heel hard kunnen vergelijken met cartoonisten van die wij hier in België kennen. Ja, of van die Jeffrey Brown en van die gasten die zo... Schultz en... Ja, voilà. Ja. Zoiets, ja. Deze hebben we ook, Flash Forward. Deze gaat een beetje over de redemption van, van de Flash. Maar niet Barry Allen, maar de andere. Ik weet zijn naam ook niet. Ja, sorry. Dus, die heeft sinds... Heroes in Crisis. Heeft Wally West. Wally West heeft een hoop mensen afgemaakt in Heroes in Crisis. Hij heeft hem wel terug goed gezet, maar deze is een beetje zijn redemption song. En deze is eigenlijk een directe aansluiter naar Dark Knight's Death Metal. Want, spoilers ahead, hij krijgt de krachten van Dr. Manhattan. Sorry, van wie? Dr. Manhattan. Ah ja. Dus dat gebeurt. Oké, bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder en ik vind het altijd een beetje spijtig dat ze zulke dingen doen. Maar wat er daar verder mee nog gaat gebeuren, dat zullen we valt maar afwachten. Dan wordt het een beetje een rommeltje, bedoel je? Ja, omdat zo'n klassieke figuren aankomen die dat eigenlijk niet hoeft. Ik heb bijvoorbeeld ook altijd heel veel problemen met het feit dat er zoveel Spider-Man waren. Of dat er meerdere Wolverines waren. Dat hoeft voor mij niet. Ene, bijvoorbeeld bij Flash gaat dat nog, want zowel Wally West als Barry Allen zijn ondertussen al zo bekend dat er twee Flashen zijn, dat weet je. Ja. De duur hebben evenveel villain-flashen als gewoon flashen, daar heeft de tv-reeks wel maar lastig. Ja, ik vind ook bij Robins en zo, inderdaad, hoeveel Robins moeten er zijn? Ja, maar die Robins, dat vind ik nog, dat is nog anders, omdat dat goed geëvolueerd is en dat die niet te lang allemaal Robins zijn gebleven. Dat die op een gegeven moment move-on. Daar volg ik wel in. Ja. Dat het een soort opleiding wordt. Zo, dat je in de leer gaat bij Batman en dat je dan nadat je Robin bent, word je iets anders. Mm-hmm. En die zijn ook geëvolueerd op een manier dat ze ook allemaal verschillend zijn van elkaar. Hey, ik bedoel, de ene is doodgegaan zelf en is teruggegaan als nog altijd een beetje een vigilante die liever mensen afmaakt. De andere is super slim. En is de aanvoerder, wordt hij dan van de Teen Titans. En degene die we nemen is gewoon, is ook geleid om ook slecht te zijn. Maar onder de knoet wordt gehouden door zijn vader, hè. Een beetje een arrogante Rick. Dus dan pak het wel heel tof. Verschillende Robins, dat mag. Dat mag, oké. Dat mag dan weer wel. Dat mag weer wel, sorry. Heb ik geen problemen mee. Undiscovered Country. Dat is een vergaarbak van allemaal talenten. Scott Snyder, Charles Soule,
Dat zijn twee heel goede schrijvers en die hebben nog eens iets indie gedaan. En Undiscovered Country, dat gaat over dat 20 jaar geleden Amerika op een gegeven moment de muren dichtgesmeten en ook een luchtscherm heeft opgezet, zodat eigenlijk niemand niet meer van Amerika af is. En na 20 jaar zetten ze de poorten op, want er is een virus op aarde. En ze weten ervan en ze zeggen van naar verschillende continenten toe. En weet je, wij kunnen al er misschien mee helpen, kom maar naar hier. Maar natuurlijk, ja, Amerika ziet er helemaal anders uit en is ontzettend geëvolueerd of zo. Ook een beetje Mad Max-stijl. ook gedegradeerd, zal ik wel zeggen. Ja, ja, ja. Het is een beetje van alles geworden. Een heel vergaarbak. En er loopt een keer rond die heel hard op Uncle Sam trekt en zo. Dus het is, ja... Er is nog weinig te zeggen van wat het er om de hand is, maar het doet wel, krijgt wel goesting in mee. Omdat ze zo afgesloten zijn van de rest van de wereld. Ja, klopt. Dus dat is heel cool om te zien. En best wel grappig. En is dat bij Image? Dat ziet eruit als iets van Image. Tuurlijk. Het ziet eruit van die tekenaar van dinges. Van, oh, hoe heet dat nou? Manhattan? Nee, hoe heet dat nou? Manhattan Project. Ja, ziet het er niet zo'n beetje uit? Nee. Dat zou kunnen, maar als je Manhattan Project gaat opzoeken... Dat is getekend, hoor. Manhattan Project is van Nick Pitara. Nee, die tekent veel... Nick Pitara tekent veel genuanceerder, met veel meer... moet ik het zeggen? Doe veel harder denken aan... Ik zeg dan denken ze om All-Star, Superman en dergelijke. Die een tekenstijl. Ja. Maar dat is nog iemand helemaal anders. Oké. Okay. Dus ja. Nog iets anders. Dat is nu ook uit in het Engels. Nog eens terug. Ah ja. Want deze komt uit bij 2080. Oké. Okay. Wij kennen dat als drie hier. Ah ja, want ik heb die hier liggen. Ik heb de Nederlandse hier liggen. Ja, klopt. Ja, dus ik vind dat geweldig. Dat vind ik echt geweldig. Ja, ik vind dat heel grappig, want ik vind zoiets, dat komt dan in het Engels uit, terwijl dat eigenlijk ook waarschijnlijk oorspronkelijk Engels is. Absoluut, ja. Terwijl dat voor mij heel Europees, Frans, Nederlands... Nu, het is ook wel zo, ik denk dat oorspronkelijk misschien in het Frans of in het Nederlands... Nee, dat is een Engelse strip. En die Don Lawrence die dat tekende, of ja, schilderde eigenlijk, is een Engelsman. Ja. Maar ik ben er redelijk van overtuigd dat daar een aantal andere schrijvers Nederlanders waren. Dat wellicht bestond voor 2000 AD of zo. Maar dat daar een opdracht voor Pep of Shores of Eppo en alles wat er tussen zit... dat daar ook gemaakt is geweest. Ik ga daar even... Voor zij die het niet kennen, het is een stripreeks, ik denk uit de jaren 70. En dat gaat eigenlijk gewoon over een empire, hè, die door een... Noemt hem ook? Ik denk dat Trigan. Ook door, Trigan, hè? Ja, Trigan en zijn neef. Maar het is eigenlijk vooral de neef die de meeste avonturen beleeft. Want een emperor zelf, ja, die is bij politiek bezig en weet ik veel. Hè. Die laat ze niet zomaar even zotte fratsen beleven. Maar die trekken heel hard op in. Je kunt alleen maar... Ja, het is een oudere en een jongere versie, maar die lijken veel te hard op elkaar. Dat is echt een dom gegeven. Geef die andere... Die ene is blond, laat die andere dan donker zijn. De andere is ook blond en heeft gewoon wat wit haar op de zijkanten gelakt. Ja, die heeft een beetje zoals Mr. Fantastic. Ja, voilà. Mr. Fantastic. Hey, ik moet hier even recht zetten. Ik denk dat dat komt omdat Storm, dus de Hollandse strip Storm, die is ook getekend door Roll Lawrence. Ja. En die is wel geschreven door onder andere Martin Lodewijk en Dick Matra en al dat. Maar Trigie is volledig, volledig Brits product. Cool. Dus Mike Butterworth, Dan Lawrence, tekenaar, de hoe zeg je het? De schrijvers waren Mike Butterworth. Dus dat is, en die reeks is gemaakt tussen 65 en 82. Ah ja, dus oké. Dus toch wel eigenlijk... Ja. Het gave is dat het begint...
dat een, op aarde een ruimteschip gecrashed is. Ja. En op dat ruimteschip liggen allemaal geschiedenisboeken van de planeet waar ze vandaan komen. Juist, ja, dat is juist. En het speelt zich dus af op die planeet en het zijn eigenlijk verhalen uit het geschiedenisboek. Ja. En daarom gaat het vaak over die koningen en die... Ja, en de chronieken dingen. Eigenlijk. Om die chronie, ja, het gaat over, de, over die... En het zijn dus... het, en zo is dat, want dat ruimteschip, hè, die mensen die daarin zaten, zijn overleden. En dan op een gegeven moment hebben ze het vertaald. En wij, wat wij dus lezen, zeg maar, zijn de vertalingen van de geschiedenisboeken van het keizerrijk Trigië. Ja. Wat een soort Romeins rijk is, maar toch wel... Maar toch met sci-fi. Ships, met sci-fi. Ja, ja. En ja, dus... ja ik, dat, het sprak mij, dat sprak mij als Storm ook. Dus, hallo, lang leven rood haar. Maar hè, Storm heeft me altijd ook aangesproken. Maar Trigië vind ik ook wel zeer, zeer goed. En dan wel alleen, ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben wel een beetje de purist daarin. Dan wel de Don Lawrence. Tuurlijk. Die andere tekenaar was gewoon beduidend minder. Ja, die Don Lawrence is een beetje de Alex Ross van de jaren 80. Hè? Ik bedoel, dat is, klopt. Dat gelijk is... dat je hier ook zie, die tekeningen. Ik vind dat toen we altijd ook heel hard denken om zo... Weet je nog, in der tijd, ik vond dat Thea dat heel leuk deed, de affiches van Antwerp Comic Con. En affiches gelijk Forbidden Planet en zo van die dinges. Dat je zo, de sci-fi toen op een hele schilderachtige manier weer weergegeven. Hè. Dreiging en spaceships waren heel hard afgerond. En ze probeerden heel hard weg te gaan. Met rond die tijd waren bij ons Otto's. Dan was ik leefde toen nog niet. En jij was toen, je kon ook maar juist babbelen en rondkijken. Ja. Maar Otto's waren toen heel vierkant. En ik denk dat dan spaceships, probeer nu puur even logisch na te denken, dan juist net afbuigingen kregen en gestroomlijnd weer. Terwijl nu zijn bij ons, als je nu een Otto van ons ziet, dat zou bijna een spaceship kunnen zijn uit zulke comics of zulke strips. Dat heel grappig, klopt. Natuurlijk. Ja. Dat die spaceships toen, dat zijn voor ons naar doet gewone Otto's. Kijk nog naar. Het is eigenlijk raar waarom ik dit in het Nederlands gekocht heb. Terwijl dat, omdat dat in mijn beleving in het Nederlands is. Omdat ik dat altijd dat als kind gelezen heb. Maar dat bedoel ik. Ik ken die ook alleen maar in het Nederlands. Heb jij daar een fysiek exemplaar ook liggen? Is dat, want ik vind die Nederlandse niet super mooi uitgegeven. Die Engelse die ontbrak in mijn zending 2 weken terug. Ah, oké. Okay. Ik wil dat wel eens checken, want misschien wil ik die dan misschien in het Engels. Maar dat is wel de originele. Ik ben benieuwd naar het formaat wel. Want, is het hard of soft cover? Ik kan even wachten. Ik kan het even erbij pakken. Ik zal even... Want hij ligt hier. Wacht. Pak de ruim ondertussen. Ik ga ondertussen kijken naar wat formaat dat is. Maar ik dacht dat het gewoon een soft cover was. Trigje. Waar zit hij hier? In ieder geval, voor zij die dat niet kennen... Er bestond nu in integraal, zowel in het Nederlands als in het Engels. De originele gewoon in per nummer, dat valt niet meer te verkrijgen. Maar het is best wel de moeite om eens een keer te zien. Want zulke tekenstijl, dat is tijdloos. Hè? Het is een softcover, een trade paperback. Ah, nee, dan ga ik ze toch in het Nederlands. Want het is wel echt mooi. Absoluut. Nee, ik dacht even... Nee, die Gilles de Geus vind ik niet zo mooi. Nee, ik vind deze nog wel. Deze is wel echt mooi uitgegeven. Ja absoluut. Met mooie nieuwe... Ik denk ook... Zat er ook niet in? Ik denk ook dat er speciale edities ook van zijn, hoor. Maar ik heb gewoon een normaal... Ik denk dat er ook een... Zoals ik die Agent 327... Dat je... ja. Maar dat zit natuurlijk bij dezelfde uitgeverij, als ik niet lieg. Nee, dat klopt. Saga, is dat? Nee, L. Uitgeverij L. Ja. En dat daar ook een hele dure versie met een door Romano Molenaar getekende... Maar dat is niet helemaal hetzelfde. Romano Molenaar doet dat heel goed, maar... Die heeft ook Storm overgepakt, hè? Ja, ik heb een probleem met die dingen. En je gaat dat ook kennen. Dat is heel vergelijkbaar. Vind ik heel dicht bij in de buurt komen. Want het is een ander genre, want dat gaat dan over alchemie. Is een jaar of 2 geleden zijn ze begonnen hardcovers uit te geven aan de Huurmoordenaar. Ja, ook die schilderen. Die had ik vroeger ook als kind. Ja, ik ook.
En nu zijn die in ook voor, ook voor de blote borsten, ook voor de blote borsten natuurlijk. Ook voor de draken en de alchemie. Ja, ja, en, die draken zijn... Is dat opnieuw uitgebracht? Ja, maar op een gegeven moment is dat gestopt. Dus ik zit er met 4 van die dingen staan in mijn boekenkast. En het gingen er 13. Maar is dat Huurling, denk ik dat heet, niet? Huurling. De Huurling, ja. Dat is fantastisch, hè. Ja, ja. Dat is de kerel die heeft ook alleen maar dat gemaakt. En dan is hij in de reclame gegaan. Ja. Ja, shit, ik had die. Waar zou die zijn? Zou ik die nog hebben? Nee, ik denk het niet. Ja, je kunt ze niet volledig hebben, want ze zijn ermee gestopt. En ik vind dat heel jammer, want ik had er... Nee, maar ik bedoel, de softcovers. Die heb ik nog ergens... Dat zit bij Arboris. Ah, ja. Ja, klopt. De helse formule. Ja, ik had dat, hè. Ja, dat was fantastisch. Maar waar is dat gebleven? Dus voor de liefhebbers, zulke dingen, ja... Ik denk dat wij er een stripversie bestaan die nog wel in softcovers... Dat refereert ook heel erg naar Frank Frazetta, hè. Ja. En Conan. Hè? Dat is... Ja. Maar toch, het genre staat helemaal op zich. Je hebt fantasy, en het is geen fantasy, het is alchemie. En alchemie is op zich staan. Want dat zat altijd in de bergen. En dat waren... Ja, dat was heel speciaal. Dat ging over... Ze gingen met buskruid dingen laten ontploffen. Er was een insectenras dat eigenlijk ook zoals mensen rondliep. En dat was een eigen universum, ja, dat klopt echt wel. En dan verslaagt hij dan door te zeggen, joh, maar als ik tegen haar ga vechten, dan gaan we wel ons harnas uit doen. Dus hij doet zijn harnas uit en die mierenkoning zegt, ah, ik ook dan. Maar ja, die trekt zijn eigen borstkas eraf en zo gaat hij het dood. Dat is goed te zien. Maar ja, het is super, super leuk. Gert verdemme, vuile smeerlap. Nu wil ik dat weten en nu wil ik dat hebben. Godverdomme. Ik ben stiekem is dit ook een verkoopspraatje, weet je nog? Ja, het is aan het lukken. Iets anders dan, nog mooi nieuws. Eens zien, wat hebben we zo nog? Natrigia, wat is er nog nieuw verschenen? Die heb je al. Die heb ik gekocht, maar nog niet gelezen. Maar ik ben een grote... Ja, zeker de Dr. Moreau. Ik ben een H.G. Wells fan, hoewel ik zijn boeken niet lees, want daar ben ik te lui voor. Maar ik ben natuurlijk grote fan van The Invisible Man, waar ik trouwens... Voorkast 251 gaat over Invisible Man verfilmingen. Island of Dr. Moreau is ook een bijzondere, want daar... Er is maar één film van, denk ik, of zo. Nee, er zijn twee films van. Eén van de jaren 40, die eigenlijk best goed is. Ja. En dan hebben ze die in 1995 proberen maken bij een kerel die heet Richard Stanley. En die is toen van zijn eigen film afgeflikkerd. Stanley met zijn achternaam? Nee, die heet Richard Stanley. Ja, S-T-A-N-L-E-Y. Oké, okay. Dat was hem op. Maar okay. Ja, nee, hij heet Jack Kirby Stanley, heet hij. Nee. Maar Richard Stanley. En daar is een ongelooflijke leuke documentaire over gemaakt, die ik heel vaak benoem. En die heet... hoe heet het ding? Over het feit dat hij die... set terug gaat bezoeken. Hij is van zijn film afgeflikkerd. Maar als extra gaat hij toch de set bezoeken. En dat loopt helemaal mis. En, bij een oplaksnor dan, of zo, dat ze niet... Ja, als een van die beesten, hè. Cool. Richard, wacht, ik ga het even opzoeken hoe die ding heet. In ieder geval, zoek het even. Is het eigenlijk groen? Ik vind het, dat is altijd moeilijk, want de dialogen zijn de originele dialogen van H.G. Wells. En dat voelt zo raar aan in zo'n moderne comic, vind ik. Want de tekenaar, het is door Rodriguez getekend. En Rodriguez kennen we van Lock and Key. Het is wel goed getekend. Ja, ik vind het wel mooi getekend. Ja, deze niet ingekleurd stuk. Maar dat is het grappige ook, want het is eigenlijk een vrij goede kop. Ik denk dat het een hardcover is van 1999. Ik doe er van mijn hand niet voor in het vuur. Ik denk 25, maar ja. Het is visueel een pareltje, omdat je eigenlijk... Je krijgt twee keer hetzelfde verhaal, maar ene keer helemaal afgewerkt. En een tweede keer met het teken, met de penseelstreken van die Rodriguez. En die kan echt een pak tekenen, gelijk dat je dat hier zo ziet. En het is ook een interessant... kijk, H.G. Wells is sowieso interessant, want dat is een van de... naast Jules Verne en zo, een van de opstarters van het science-fiction genre. Want deze alleen al is een onderwerp waarvan je denkt van, amai, want in welke tijd
moeten we AG Wells wat situeren? Want ik heb rond de eeuwwisseling. Dus tussen die van de 19e eeuw tot begin 20e eeuw. Wacht, ik ga het hier opzoeken. Van 1866 tot 1946. Dus, dus letterlijk rond de eeuwwisseling. Dus inderdaad, de industriële revolutie enzovoort enzovoort. En elektrisch, en dit gaat ook over wat is menselijkheid? Maak je een kruis tussen mensen en beesten? Dat zijn interessante gegeven. Kloning, dingen. Ja, ik vind dat knap. Ik vind dat knap dat hij zoiets bedenkt in een pre-atoom tijdperk. Want toen je de atoomboomen hebt gehad, ja, dan begonnen mensen meer over mutaties en evolutie en hybrides te denken. Maar hij is een van de eerste die, ja, met de eeuwwisseling mocht hij zoiets. Dat je dan denkt, van, ja, dat is wel graaf dat je als pionier zoiets bedenkt. Ja, absoluut. En hij heeft de Time Machine geschreven. Hè? Eerste tijdreis dinges. Of ja, toch één van de eerste. Misschien niet de eerste, maar één van de eerste. Hij heeft The Invisible Man geschreven. Hij heeft een aantal heel belangrijke literaire werken en science fiction dingen bedacht. Ja. En maar dat vind ik allemaal nog dingen, ik wil er niet tegenspreken, maar dat zijn nog allemaal dingen waarvan je denkt, hoe zou het zijn dat mensen mij niet kunnen zien? Iedereen heeft er wel al eens over nagedacht. Ooit. Ja, maar bijvoorbeeld Invisible Man, ik zou ook eens graag in de tijd willen reizen, dat vind ik ook heel knap. Maar deze specifiek vind ik eigenlijk wel heel knap bedacht. Ja, maar je moet het wel in zijn tijdsgeest zien. En het gaat wel ook vaak over die wetenschappelijke evolutie, en daar gaat dit ook over, hoe ver kan dat doorslaan? Weet je wel, wat als de wetenschap en de industriële revolutie, als die evolutie te ver doorgaat? In onze maatschappij dan waarschijnlijk maatschappelijk gezien. Wat als we inderdaad, dat die wetenschappelijkheid en die medische kwestie zo goed wordt, dat ze inderdaad iets kunnen verzinnen waar je onzichtbaar van wordt. Ja, wat dan? En dat is wel een iets wat heel erg van die tijd is en tijdloos blijkt te zijn. Die documentaire over Richard Stanley, die heet Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. En dat is een meesterwerk van de documentaire. Een lach, een traan, angst. dat is echt, je doorloopt alle emoties die je kunt. En die gast is zo'n man als een deur. En die Richard Stanley, ik ben daardoor ook wel gefascineerd door dat. Dus ik ga het ook zeker lezen. En in de Europese strips zijn er ook een aantal H.G. Wells en The Invisible Man en Moreau en Time Machine en zijn allemaal ook verstript. Ik vind het altijd handig. Dit jaar. Ik vind het altijd handig. Vroeger was ik er niet goed in, maar als je daar achteraf gezien, dacht ik van godver, had ik dat zomaar al mogen doen. Als je vroeger op school boekbesprekingen moest doen, dat je zoiets had van, had ik maar een DVD gezien, of weet ik veel. Hè? Maar nu met comics kan ik dat wel appreciëren, mits het goed gedaan wordt. Dat goede literaire werken goed worden overgebracht naar een comicboek. Ja, dat heeft een hele, hele lange traditie, waar zelfs Jack Kirby al in zit, dat je die Illustrated Classics, dat waren allemaal verstrippingen van literaire werken. Ja. Moby Dick. Moby Dick tot tot Ridder Ivanhoe, tot Hound of the Baskervilles, tot die H.G. Wells dingen, tot Jules Verne. Dingen hier achter mij staan dingen ook zelfs. Waar is Philip K. Dick met zijn dingen? Maar dat is al ja, nu, dat is later, maar dat is ook al. Dat is ook al een literair. Ik vergelijk me met het feit dat je dingen zet waarvan ik van literaire strips en inderdaad die. En in Nederland, en ik verzamel die ook, die Illustrated Classics, dat zijn zo. Daar hebben die oude Wally Wood en Jack Kirby en dat soort mannen hebben daar ook nog voor getekend. Heb je dan het boek gelezen? Nee. Weet je waar het over ging? Ja, dat wel. Tuurlijk. Ja. En je moet er minder moeite mee doen van, ik moet het mijn eigen visueel voorstellen, Ja, nee, comics zijn nog altijd boeken van leuwerikken, hè. Ja, en je zou kunnen zeggen, als je zo'n Illustrated Classic leest, want je hebt er ook nog een paar voorbij. War of the Worlds heb jij ook voorbij. Dat is ook eentje wel natuurlijk. Ja. War of the Worlds is ook een van mijn favorieten. Die heb jij bij ooit eens. En ik denk, Hound of the Baskervilles ook. Van die Illustrated Classics, van die originele, die is dan heruitgegraven. Ja, maar,
als je dat leest en je denkt, dat is gaaf, dan kun je daarna het echte boek ook lezen, want dat is gewoon veel meer. Dus ja, dat je er niet... meer en je wordt er door aangestoken om er meer te weten van. Wat ik soms bij films ook heb, dat ik denk, godverdomme, dat was een goede film, dan ga je dan lees je het boek waar het op gebaseerd is. Dat hoeft helemaal niet of te zijn. Andersom vind ik dat soms raarder, dat ze soms van een film een comic maken. Want dan is dat gewoon, ja, ik zie letterlijk wat ik gezien heb in beeldjes van de comic. Ja, ik hou er wel van, maar dat is ook een soort afwijking. Maar inderdaad, waarom zou je dat doen? Dat is een van mijn vele. Wat er ook wel leuk is dat ze, soms kun je aan de comic zien dat ze de film niet gezien hadden, of dat ze alleen het scenario hadden en alleen de... En soms, ik heb het met in de Focast 249 met Steve Scott ook over dat ze soms de rechten van bepaalde mensen hun uiterlijk niet hebben en daarom lijken die er niet op. En dat soort dingen. Dus dat is wel, ja, ik ken dat gehoord. Dat is ook wel... En ik vind natuurlijk een film die een bepaalde wereld opent en dan in dat wereld andere strips. Ja, ik bedoel, die Alien strips en die Predator strips, die zijn hartstikke leuk. Ja, tuurlijk, als meerwaarde biedt, maar niet herkauwen, hè, dan hoeft niet. Ja, kijk, vroeger natuurlijk, wij hebben nu David, dat is begonnen met VHS, maar in de jaren 50 en 60, als jij iets wou hebben van die film, dan was die comic het enige, dan had je die. Dus ik bedoel, al die, bijvoorbeeld Doctor Who ook, al die afleveringen van de oude Doctor Who, van de jaren 60, 70, 80, daar zijn allemaal kleine noveltjes van gemaakt, van allemaal boekjes van de afleveringen. En die werden ongelooflijk goed verkocht, want dat was jouw enige houvast, want VHS bestond toen nog niet. Je kon het niet op een andere manier bezitten. Dus je moest dan ofwel in stripvorm, ofwel in boekvorm, kon je dan je favoriete aflevering of je favoriete film kon je bezitten. Dat doet mij denken aan, ik heb vandaag een klant en die is een hele grote fan van pin-up. Dus eigenlijk alles waar schone vrouwen, eigenlijk dat we dan de zuster Witchblade hadden, maar alles van schone vrouwen of schoon getekende vrouwen met Willopse features. En dat komt volgens mij ook omdat er vroeger niets anders was. Playboy was toch zwart-wit zelfs. Hij trok ons af op de catalogus van de Weekamp. Twee pagina's lingerie stonden, ja. En dan uw andere dingen, dan waren ja gewoon sexy getekende vrouwen in comics en dergelijke. En je merkt al, hij is de kerel van 70 jaar en die is dan nog altijd geboren, dus die komt nog altijd sexy. En jij hebt niet tegen hem verteld dat er internet is, dat hou je geheim? Nee, internet houden we geheim tegen die gasten. Dat houden we geheim, dat klopt. Wat heb je nog eigenlijk? We zijn een beetje aan het afdwalen. Wat heb je nog allemaal? Nou, H.G. Wells, we hebben nog... Ah ja, Amazing Spider-Man, Full Circle. Is dat goed? Dat is heel goed, dat is heel plezant. Weet je wat hier zo tof aan is? Dat is zo'n chain comic, hè. Dat zijn altijd een paar bladzijden door een schrijver en een tekenaar. En dan geeft hij dat kleur om de volgende. En het leuke eraan is, ik kan niet te veel vertellen, maar ja, we zitten met weerwolven, dat zoveel is duidelijk, onder andere. Maar het is het figuur Spider-Man verleent er zijn eigen wel heel goed voor, omdat hij altijd tegenslag en weet ik veel. Hè. En je ziet dat die tekenaars en schrijvers elkaar de hele tijd een duivel proberen aan te doen door iets in zo'n manier achter te laten en te zeggen... Los op naam, maar hoe redt hij zich hieruit? Redt hem zijn eigen hieruit? En dan wordt hij continu, komt hij dan van één in het ander terug. En je leest daar aan die pagina's gewoon af. Ja, die mannen amuseren hun eigen keihard. Maar je weet ook dat hij dat doet, gewoon puur voor te lachen. Hè. Ja. En hier, mijn favoriete Spider-Man zit erbij, godverdomme. En niet alleen, hè. Je hebt Spider-Ham, maar je hebt ook Spider-Ham met de Black Suit. En je hebt zelfs Spider-Ham met de Fantastic Four Suit. Dat is mijn favoriet, hè, dat hij een zak over zijn kop heeft. Ah ja, natuurlijk. Die mag je in mijn bakje leggen, jong. Dat wil ik lezen. Komt voor elkaar. Smeerlap. Nee, maar zulke dingen, dat is typisch. Dat is heel leuk om te lezen, puur omdat je die... Je ziet die mannen gewoon continu... Die Spider-Man nog geven. Te amuseren. Ja. En ook heel veel goede schrijvers. Hè. Het begint zelfs met een stuk van Jonathan Hickman. Chris Bachalo doet mee. Wie hebben we nog allemaal?
zijn allemaal grote namen. Hè. Al Ewing, Nick Spencer, Gary Duggan. Allemaal bekende namen uit het Marvel Pantheon. Ja, cool. Even Spider-Man doen afzien. Iets anders is dit. Tom Gold. Dat is ook heel leuk. Tom Gold is een cartoonist. En die doet altijd bepaalde thema's in zijn cartoons. En nu is het The Department of Mind-Blowing Theories. En dat gaat allemaal over science. Die heeft eens een keer dingen gehad. You're all just jealous of my job. Heeft hij gedaan. En het leuke eraan is, die tekent op zo'n simpele manier dat je wel ook altijd wel deur hebt waar dat hem bedoelt. Ja. Ik hou er wel van, ja. Ja, zoiets is dat zijn zo van die... Deze zijn eigenlijk van die dingen die heel plezant zijn om aan iemand cadeau te doen. Ja. Dat is zoiets van, oké, zelf... Dat zijn wat mijn maat noemt, dat toiletboeken. Dat is zoiets... one-page gags, dat je eigenlijk op het toilet je eigen goed mee kunt amuseren. Toiletboeken, ja, oké. Okay. Toiletboeken. Beetje, ja. Zulke dingen, dat is gewoon heel plezant om te zien. Een hele simpele stijl, allemaal one-page gags, soms drie printjes, maar gewoon op zo'n leuke... stijl getekend, heel, heel tweedimensionaal, dat je direct de joke moet primeren op de tekenstijl. Ja. Maar heel droog en best wel funny. Cool. Dat is Tom Gold. Hier is de comic van. Ken jij Napoleon Dynamite? Zal al zijn, dat is een topfilm. Ja, ik kende hem niet, maar die ik heb blij... ik heb er zelfs een extra fan. Op de tafel van Welcome to the AA staat hem ook, maar okay. Ik heb daar ook een action figure of zo'n statue van dat, met een knopje dat op de 5 phrases uit de film. Ik heb hem niet gezien. Een zeer grappige film. Ja, ik vond het heel raar, want ik kon niet volgen in de comic, maar ik had wel het gevoel dat je de film gezien moet hebben. Ah ja, waarschijnlijk. Want ja. Hij is zo echt wel een nerd avant la lettre, dat nerds eigenlijk nog echt nerds waren en niet zo coole gozers als wij. Hij is een volledig uncoole gast. Ja, absoluut. Ja, en deze gaat het dan over dat zijn maat is al, want in de film is de bedoeling dat zijn maat school president, de student board of student president, en hier gaan ze hem proberen te impeachen. Impeachen? Is het weer ik denk dat heel, het is zoveel jaren later, dus gewoon eigenlijk heel veel dezelfde dingen terug aantoetsen. Dat is typisch Amerikaanse comics, als iets terug bovenhalen, dat is eigenlijk langs alle goede dingen van de film. Ik vind dat wel iets grappig, maar ik vind dat meer iets voor tv. Het is ook heel lelijk getekend. Ik vind nog wel iets hebben, eerlijk gezegd. Het trekt heel hard, het trekt van ver op die acteur, dat is die kerel die ook Blades of Glory heeft gedaan. Ja, en zo, dat is diezelfde acteur, ja, klopt. Ja. Ja, meer kan ik er niet over zeggen. Het is voor de fans van... Nee, maar misschien als je die film ziet, ga je die comic misschien wel meer waarderen. Want die film is echt fucking funny, hoor. Ja, dus moet je die... Ik ben een grote fan. Maar er is ook iets met die bal, hè. Die bal die onder een stok hangt, waar het hem tegen ligt te kloppen, werd ook fuck. Heb ik ook in een trailer iets mee gezien. Ah, je hebt de trailer van de film bekeken, ja. Ja, voor de film zelf heb ik nog in de tijd gehad. Heb ik ook nergens niet direct gevonden, dus dan moest ik hem gewoon bestellen of gaan doen. Dan ben ik nog niet toegegaan. Maar ik zal Napoleon Dynamite zal ik eens... Zet die op je to-see-list, ja, voilà. Mijn to-see-list. Ja. Komt goed. Ik dacht wel dat jij dat ging kennen. Iets anders, ja. Oliver! Moet ik het zeggen? Over een weeskind in een post-apocalyptische wereld. Ja, dus eigenlijk Oliver met een twist, want het is in dat... Oh, daar heb je lang op. Je hebt deze voor het laatst gezegd om die grap te kunnen maken, hè, jij vuile hond. Ik heb het hier op een hand geschreven. Dat is echt, dat is gewoon... Oliver Twist met een twist, maar het is niet zo goed. Het is eigenlijk gewoon over... hij is geboren er waren oorlogen en voor die oorlogen hebben ze soldaten gekweekt. De oorlogen zijn gedaan. Die soldaten moeten dan maar in buitenwijken gaan leven, want dat zijn genetisch gekweekt. En hij wordt geboren binnen die soldaten uit een menselijke moeder en een gekloonde soldaat. En hij heeft dat superkracht. En hij gaat op een gegeven moment meewerken met die soldaten, want die soldaten worden gebruikt om echt een stomme klus op te lossen.
En 's middags wordt er gegeten. En een gegeven moment eet hem zoiets van, zegt hem tegen zijn maat, van, zeg, is deze alles wat we krijgen? En die maat zegt, ja. En dan stopt hem recht, wandelt hem naar een van de bewakers en zegt hem, can I have some more? En dan denkt hij, ah, voilà, zie je, dat dacht ik wel dat dat ging gebeuren, want dat is een bekende scène. Ah, uit Oliver Twist. Oké, ik was even niet bij. Ja, nee, ik heb die script nooit gelezen van Oliver Twist. Ik heb het boek ook niet gelezen en de film ook niet gezien. Maar ik ben een beetje klaar bij weeskinderen. Weet je, het is genoeg geweest. Ik ben helemaal, ik heb het gehad. Mijn weeskinderen, okay. Annie en Oliver Twist. Fout uit context trekken. Oké. Ja, fucking is klaar met weeskinderen. Ik ben klaar met verhalen over weeskinderen. Laat ik het zo zeggen. Kijk, als ze een beetje hadden opgepast, waren die ouders gewoon niet doodgegaan. Klaar. Een beetje eigen schuld altijd. Ik zeg het tegen Batman. ik ben klaar met Batman. Ook een weeskind. Dit is uitgekomen. Ja. Dan ga ik het even aan u laten. Nee, ja, ik moet eerlijk zeggen, dat ligt boven aan mijn... ik heb dat nooit gelezen. Ik heb alleen issue 1 is dus, herdrukt. Die heb ik gelezen. Ja. Dit moet ik nog lezen. Dit is... dus zijn eigenlijk de complete Jack Kirby die terug bij Marvel zit. Jack Kirby ging dan naar DC, komt terug bij Marvel en zegt dan, nou, dan ga ik toch Erik van Daneke doen. En dat is wat dit is. De Eternals. Wat gaat hij doen? Hoe Erik van Daneke. Erik van Daneke is de Duits-Oostenrijkse, Duitser, denk ik, Oostenrijker, die de waren de goden cosmonauten geschreven heeft. Dat is het startpunt van een hele... Is iets van dingen geloof, smeren. Een soort geloof, eigenlijk. Waar Prometheus ook aan meedoet. Ancient aliens zijn de weirdos, ja. De zilverpapieren mannetjes, zilverpapieren hoedjes mensen. En dit is de Jack Kirby versie, namelijk... Torgal doen ze dat ook, hè? Torgal heeft dat ook, ja. Torgal heeft dat ook. Absoluut. En deze dan de Jack Kirby versie van... Want zij waren mensen die eerst nog tussen de mensen leefden, hè? Ja, er waren drie soorten. Je had de alien, de super. Je hebt de mensen en een soort tussenvorm. En het gaat over die... En de Eternals zijn de goden, zeg maar. Ja, dat zijn de goden. En er komt natuurlijk... ze zijn er een film van aan het maken, dus het is heel logisch. Het is niet geheel ontoevallig dat deze complete collection nu... Maar dit is ook wel een van... Naast de Fourth World voor DC, is dit wel ook een van zijn meest gelukte dingen, naar het schijnt. En bijvoorbeeld, nu grappig dat je dit open doet, die kerel, dus dat rode ding, die rode man, daar wordt ook heel... Bijvoorbeeld, die loopt ook in Thor Ragnarok. Ja, Thor Ragnarok met zijn zes ogen. Met die zes ogen, zo'n soort robots lopen ook in Thor Ragnarok rond. Dat heeft niks met Eternals te maken. Dat is gewoon Thor Ragnarok die graag refereert aan Jack Kirby. Voilà. Dat is de typische Jack Kirby page. Ik vind dat fantastisch. En die wil ik ook echt lezen, want ik zeg het, ik heb alleen issue 1 ooit gelezen. En ik heb hem van de week bij jou meegenomen. Ja, deze is gewoon die met zijn zes ogen. Dat is de bekendste celestial dat er is. Hè. Die hebben ze inderdaad in de films ook gebruikt. En ik denk dat die niet in Thor Ragnarok voorkwam, maar in Guardians of the Galaxy 2. Nee, in Thor Ragnarok zitten ook gewoon een aantal robots die in dat ding rondlopen, die er een beetje zo uitzien. Gewoon een doodnormale robotten. Terwijl effectief... Ja, ja. Nee, dit zijn de celestials, hè. Ja, ja. De Celestial, hè, de goden die eigenlijk ook die Infinity Stones hebben gecreëerd. Hè, in de comics, in de films is dat ook. Die hebben zo'n beetje het heelal gecreëerd. En in de comics, zeker nu met de huidige Avengers-reeks en dergelijke, komen ze ergens terecht waar die Celestials die Infinity Stones ontharvesten zijn in een mijn. Dus dat is wel... Ah, ja. Oké, dat is gaaf. Ja. En nu, voor het moment, wonen de Avengers in een Celestial die op aarde gevallen is. En hebben ze daar hun hoofdkwartier van gemaakt. Dus wonen ze in het lijk van een Celestial. Nou, dan begint dat niet te stinken, nee. Ja, dat is een beetje gelijk Nowhere, hè. The Guardians of the Galaxy had ook een kop van een Celestial. Ja, dat is juist. Ja, dus just. Er wordt al wat nog gerefereerd, maar ik hoop er meer van te zien inderdaad in de film die er komt. Met de Game of Thrones, met twee van de grote Game of Thrones acteurs. En, ja, en
Ja, en dingen, Angelina Jolie ook niet mee? Ja, Angelina Jolie gaat ook meedoen. Dat klopt. Dus, ja, maar de basisverhaal is eigenlijk een wetenschapper en zijn zijn dochter, denk ik. Ja. En een gids. En die gids blijkt ook iets ermee te maken. Het blijkt ook een Eternal te zijn. Of een, ja, een Eternal te zijn. En dat is Celestial Gids. Dus die heet dan ja, ook zo. Ja, dat is een gids. En die komen in Zuid-Amerika. En dan lopen ze in die grotten rond. En daar ontdekken ze al die toestanden. Ah, dus okay. Dat is het enige wat ik gelezen heb. Maar dat is het eerste deel. Ja. Maar ik wil de rest wel zeker lezen. Want ik denk en dan zitten we bij Jack Kirby. En dan komen we bij het volgende terecht, neem ik aan. Wat is het volgende? Ik heb gewoon deze. Ah, nee. Heb jij een gedachte? Dit, hè? Ah, potverdikke, ja. Dat is juist. Ja, daar, ja. Ja, Die had je er bij jou niet tussen staan. Nou, dan is het ideale moment om deze te pluggen, toch? Ja, ik weet het, ik weet het. Dus, wacht. Oké. Okay. Hallo, lieve luisteraars. Welkom. Ik had hem wel bij de hand. Geen probleem. Ja, voilà, hier. Dus, Jack Kirby, The Epic Life of the King of Comics. Dat is juist, van Tom Scioli. Tom Scioli, niet mijn favoriete man ter wereld, want dat Fantastic Four ding vond ik niet zo goed. Dit ook, ik moet dit hebben, want ik ben een Jack Kirby fan, maar waarom heeft hij manga-ogen? Ten opzichte van de rest helemaal waarom, normaal. Waarom ziet hij eruit als een soort getraumatiseerd kind? Ik weet het niet. Het is leuk om te lezen, omdat je wil weten hoe die zijn leven in elkaar zit. Het is grappig dat ten opzichte van de rest hij echt altijd die grote ogen heeft. Ja, dat slaat nergens op. Ik vind het gewoon ronduit lelijk. Het is niet mooi getekend, maar inhoudelijk, ik weet iets van het leven van Jack Kirby, maar dit is wel echt goede research. Die man heeft zijn werk echt goed gedaan, wat dat betreft. Dus het is veel beter geschreven dan getekend, wat mij betreft. Ja. En ik ben erin bezig. Ik ben op een derde. En ik vind het echt gaaf. En hij is nu... hij heeft Stan Lee net ontmoet. En het ticks all the boxes. Dus ik vind het cool. Maar ik vind het niet mooi getekend. Nee, maar zij die een duidelijk overzicht willen hebben waar zijn leven erin dat gezien, kunnen er wel. En je moet dat dan mee zo hun ogen dicht lezen. Ja, zo lelijk is dat ook niet. Maar, en er worden ook wel af en toe gewoon letterlijk plaatjes uit de albums gebruikt. Wat ik ook wel heel erg leuk vind. Dat is wel tof. Als die daar getekend, dan zie je ook echt dat plaatje uit dat album. En wie ze er allemaal bedacht hebben. Hij is hier in de dingen onttekenen, The Face of Mars. Of zoiets. Ja. En dat is al een origineel ook zo zin. Dat is een originele tekening die ze dan daarin getekend heeft gestoken. Of Skymasters. Skymasters hier beneden, dat is ook zo. Ja, voilà. Ja, dat klopt. Voilà, dus dat is wel echt tof gedaan. Ja. Het gaat over Jack Kirby. En ik lees sowieso graag biografische strips, en als het dan over een van mijn helden gaat, dan dubbel dit. Ja, en voor zover ik weet, is er geen... ik heb een aantal ik heb een Stanley-biografie, autobiografie, denk ik, en ook een ander. En ik heb een paar biografieën over comics en over Marvel Comics, maar een biografie over Jack Kirby aan zich, dus een boek, het leven van Jack Kirby, bestaat volgens mij niet. Dus deze eerste, en dat is dan dus eerste comic. Dat is gelijk een strip, wat wel cool is, absoluut. Ja. Mochten er mensen zijn die weten of er een Jack Kirby biografie is, laat me ook iets weten wat daar zit. Dat of wil ik zich nu geroepen voelen om eraan te beginnen? Ja, nog beter. Nog beter. De man is gewoon een heel interessante man en staat aan de basis van Marvel Comics, in comics in het algemeen. Pagina-indeling is zonder hem bestaat niet. En de helft van de leukste superhelden bestaat niet zonder hem. En dan ook nog eens een belangrijke, eerder leidend voorwerp, maar goed, in het hele auteursrechten-ding. Dat heeft hij zelf niet opgelost, maar dat is wel door hem en door zijn hem verering. En daarna hebben modernere artiesten zoals Frank Miller en zo. Die heeft Frank Miller en Alan Moore hebben voor hem echt hard gevochten. Ja. Dus voilà. Belangrijke man. Ja. Dat is zo.
Iets anders dan, ja, dat gaat dan in het nieuws er tegenover, dus we gaan er heel rap over gaan. Was hier Ruins of Ravencroft. Dus dat is eigenlijk een beetje de voorgeschiedenis van het Arkham van Marvel-universum. Arkham Asylum van Marvel, ja. Ja, ja. En het zijn zowel Reed Richards als de Kingpin en dergelijke die ontdekken ruïnes onder de ruïnes van Ravencroft na Absolute Carnage. Want ze willen dan een nieuwe Ravencroft bouwen en ze vinden eigenlijk de geschiedenisboeken en nog achtergelegen genetische experimenten waar onder andere Mr. Sinister al meegewerkt heeft, Dracula en dergelijke. Dus het is wel een horror... horrorcomic, ja. Ja. Deze wil ik u ook laten zien. Ah, nee. Dus Cuphead. Cuphead is een comic gebaseerd op een computerspel. Ah, oké. En ik wou je daar eigenlijk, want ja, ik weet dat je niks van computerspelletjes kent. Nee, daar ken ik echt geen hol van. Nee, maar toen heel hard denken aan de oude Disney Mickey Mouse. Mickey Mouse toestanden, ja, ja. Maar ik heb hier een trailer van dat spelletje klaarstaan en je moet er eens mee in kijken. Dat is ongelooflijk hoe zot dat zoiets is. Wacht, hè. Zie, dat is dit. Dat is een computerspelletje. Ik snap. Dit is een computerspelletje? Ja. Holy shit, man. Dus dat ziet er echt helemaal uit alsof dat een klassiek... Ja. Een klassieke tekenfilm is. Maar jij bent een van die mannetjes die een koffietas is. Hè? Ja, en dat holy is crap. Ik krijg hier een soort herseninfarct van wat hier allemaal gebeurt. Man. Ja, Jesus, dat is ongelooflijk zot. Om zoiets te spelen, dat is... Dat is ook Popeye. Dat was ook Popeye, hoor. Het is echt zo, ja, het is echt zo die jaren 40 tekenfilms. Maar dan in kleur. Ja, dat is wel cool. Dat vind ik wel gaaf. Dat is heel cool. En, heb jij dat ooit gespeeld, dat spelletje? Nee, want dat is eigenlijk heel snel uitverkocht geraakt, omdat dat zo populair is. Maar als ik dat ooit eens tegenkom, wil ik dat wel eens spelen. Puur door die nostalgie dat eraf drupt. Maar ik denk wel dat je... Oei, ik denk wel dat je een bepaalde ja, aneurysme krijgt van erin te zien. Maar dat is dat is Cuphead. Je kunt dat... Ken jij Steam? Ja. Kun je dat ken ik, maar ik ben meer een man. Ik moet zoiets hebben op een schijf. Hele fysieke... Dat ik dat ergens in kan duwen, want we duwen graag dingen in iets. En ja, dat is wel. Dat doe ik ook liever. En op de knop kunnen duwen en dat dan begint. Dus, maar dat is Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows. Maar dat is niet voor PlayStation. Nee, voilà. Dus dat vind dat ik al wel heel voor de Xbox. Ja. Okay. Ja. Nog een ander ding. Ik kon er nog eentje doen, denk ik. En dan is het goed geweest. Ja, we zijn godverdomme alweer anderhalf uur bezig. Sorry, hè. Ik wist niet dat je op de klok kon. Nee, ja, dit staat hier. Ik heb hier ook een klok. Ja, jij hebt ook nog werk. Jij hebt ook nog podcasts, dat is juist. Ik moet er... Hey, man, nou goed, lang verhaal. Dat zullen we zo doen. Ik ben benieuwd wat je dan deze kent. Er is ook eindelijk terug in print. Dat is ook een klassieker. Ja. Ja, tuurlijk. Ja, vind ik geweldig. Ja, ik heb die ook vast gehad. Ik heb die in losse issues. En die ene is een beetje uitgescheurd. Ja. Dus dat kun je ook... Dat is ook fijn. Dat je iets hebt wat heel veel... Maar geld waard is dat het dan uitgescheurd is, dus niet meer waard is. Dat is nee, ik wil die moet je ook in mijn bokje steken. Ik wil daar een. Ik denk dat ik die zelfs ook in het Nederlands heb. Ja, dat is Silver Surfer. Van Stan Lee samengewerkt met Möbius, ik denk dat eerder Möbius het meeste heeft gedaan. Nou, dat zal wel op de Stan Lee methode weer zijn. Hè? Maar goed, het feit dat is even de eerste, voor zover ik dat kan beoordelen, dat is de jaren 80 dit, is een Franse, een Europese tekenaar. Ja, die ja, met die, het is een crossover. Het is echt een crossover tussen Amerikaanse comic en Franse Europese strips. Het is gewoon gaaf. Want het is ook veel meer op een. Ja, het is typisch Möbius getekend. Hè? Jean Girard, die ook Blueberry tekende, maar ook dit. Ja. En die heeft een eigen fantastische stijl aan zich. Dat is ik ben een grote fan. En het premissen is ook heel tof dat je het Silver Surfer, die woont al een paar jaar op aarde als daklozen. Ja. En op een gegeven moment komt Galactus naar de aarde en Galactus doet niks.
Want dat je het er eigenlijk deur, aan je deur, dat, hem eigenlijk, dat de mensen hun eigen wel zullen verwoesten, puur door hem als God te bezien. En dat hij een benevolent God is en niets doet. En daardoor beginnen de mensen hun eigen af te maken. En hij is zoiets van, weet je wat, voilà, ik moet juist geen moeite doen. En dan probeert Silver de mensheid ervan te overtuigen van dat niet te doen. Weet ik veel. Dus er zit ook een boodschap in. Maar het is heel typisch Möbius-stijl van te zeggen van ja, we gaan eens met zoiets aan de slag. Ja. Het is ook het ideale onderwerp natuurlijk voor iemand. En dat geven ze ook, wel echt om de 10 jaar of om de 5 jaar brengen ze die opnieuw uit, hè, deze? We hebben die, nou ja, maar we hebben die eigenlijk in der tijd is die uitgebracht op zo, op een, hoe moet ik het zeggen, een giant size. Ja. Eerder op het Europese formaat. Ja. En met Marvel is dat dan leuk, want die heeft zo'n gummikaft en dan maakt die heel leuk voor in de kaft. Dus die is terug in print voor de kenners of de liefhebbers van Möbius. Dus, ja, en voor mensen die, ja, en ook niet-liefhebbers, want het is echt gewoon ook echt een goede comic. Het is gewoon echt goed. Ja, het is heel veel moraal, hè. Er zit heel veel moraal in. Jawel, maar het is wel ook... Ik denk dat mijn eerste ervaring met Galactus was. Als kind. Ik denk dat ik daar een Hollandse versie van... Pijnlijk, maar oké. Okay. Nee, voilà. Dus je merkt ook aan het aanbod dat er heel veel... moet ik zeggen, klassiekers terug in terug waren uitgebracht. Ja, maar in het geval van Eternals is het natuurlijk ook wel met de oog op die film. En met dit is het inderdaad... Moet gewoon in druk zijn. Hè. Er zijn gewoon tijdloze dingen die altijd voorradig moeten blijven, vind ik. Dat hoort zo. En ik hou ook heel erg van die Möbius. En als die als Möbius tekent, is het iets minder realistisch. Als die als Jean Giraud, heet die man, tekent, dan is het Blueberry. En dat is ook leuk, dat is ook goed. Maar ik vind deze stijl, deze waar comicboeken hier in staan, de inkal is ook van hem. Hè? Dat klopt. Ja, dat is zo. En zulke dingen zijn tof. Ja. Nee, voilà. Dat was het voor deze maand, voor de maand juli. Hopelijk kan alleen maar zeggen. Weer samen mogen zitten, hè, vriend. Goh, ik denk dat we moeten geduld hebben. Ik kan niet vaak genoeg uitdrukken om de mensen. Lezen helpt om geduld uit te oefenen. Dat is een van de dingen dat je, een van de veiligste dingen dat je kunt doen, is gewoon. Ja, rustig een boekje lezen. Het is goed weer. God op vakantie in een comicboek. Ja. Dat is, man. Dit is een mooie... Dat is je posterzin. Ga op vakantie in een comicboek. Ik ga veel mensen dat letterlijk nemen en op een comicboek staan. Niet doen. Gelieve dat thuis. Nee, niet te proberen. Nee. Ik ga op vakantie in een vliegtuig. Ik ga op vakantie in een comicboek. Ik vind dat een mooie... Dat is een mooi, mooie spreuk. Dat wordt de titel van deze episode. Is goed. Heel goed. En ik zou iemand daar een soort poster of een soort banner voor laten tekenen. voor je Facebook banner of zo. Voilà. Ik zal meer nog zeggen, hè, omdat we het dan zo over die Silver Surfer ook nog hebben gehad, om daarmee af te sluiten. Zij die mij kunnen vertellen waar het in Tyrannosaurus vandaan komt. In de die verdienen een prijs. Die krijgen van mij die Silver Surfer. Top. En ik ben heel benieuwd. En als ik het weet, dan weet ik het ook. Dan weet ik het ook. Heel goed, ja. Want waarschijnlijk is er ergens een weet je, ik denk ook wel dat als ik het nu google, dat ik het terugvind, hoor. Ik denk dat hem ook alles gewoon mega groot heeft. Een grote Tyrannosaurus. Een grote Penny van Two-Face. Een grote Joker-kaart in het gigantisch groot. Volgens mij heeft hij gewoon een heel grote grot. En moet die wat opgevuld worden. En het is zoiets van, alles maar in het groot. Dan is het snel vol. Ja, dat zou ik ook doen. Dat is logisch. Alright. Goed, Fokke. Merci om mijn gerant nog eens aan te horen. Ik heb weer 2 dingen voor u verkocht. Heel tof. Ja, 3 eigenlijk, want ik wil die Silver Surfer. Ik ga even zoeken of ik hem niet heb. Want volgens mij, het zou ook kunnen dat ik die in een hardcover classic heb. Maar ik ga even zoeken of ik hem heb. En als ik hem niet heb, wil ik die versie hebben. Ja. Dat is goed. Merci. En tot een van de volgende. Tot een van de dagen. Sterker nog, tot heel snel. Want ik ga zo meteen bij jou nog een podcast opnemen. En die komt in Fokcast 250.
En daar kan ik niet genoeg reclame voor maken, want Fokkaas 250, het is mijn 250ste aflevering. En die gaat 250 minuten duren. En met 12 gasten, waarvan jij er een bent. Super. En dan ik heb alleen maar gasten genomen die ik graag heb. En jou. Dus, en er zit nog een scherm tussen, geweldig. Alright, dat is goed. Tot zo dan. En tot zometeen. Bedankt om te luisteren en te kijken. Dag. You, bye.